Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Videotheek, de film en serie podcast van iGen. Ben Lux, mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Tom van Stam. Yo mensen. En want die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien, rodeijs. Hey. Jullie horen het, Sven is afwezig. Dat komt omdat hij uh, zijn keuken wordt opgeleverd van zijn nieuw huis, dus uh, die moest thuiswerken vandaag om die uh, mensen lievelijk te gaan ontvangen en een kopje koffie aan te bieden. Uh, maar dat maakt niet uit, we gaan het gewoon doen zonder Sven. Um, deze keer gaan we praten, onder andere over Attack on Titan. Ja, de serie is tot een einde gekomen. Of niet, ja, tot een einde. Nou, dat gaan we, gaan we het zo over hebben in ieder geval. Um, we zullen uh, een eerste indruk heel kort doen in een paar zinnen. En dan aan het einde van de aflevering doen we het met spoilers. Zodat iedereen die uh, nog een keer wil gaan kijken, um, ja, spoilervrij dat kan gaan doen. Um, voor de rest uh, zal Julien onder andere vertellen over een film waar die is geweest. Hè? Ja. Daar had hij dinsdag al over: Wicker wow. Wickerman. En nog veel, veel meer andere dingen heeft hij gezien. Um, en we moeten het ook weer hebben over het laatste nieuws. Onder andere dat het einde van de staking in zicht lijkt te zijn. En er zijn weer wat trailers en foto's van de aankomende films en series uitgekomen die we zeker even erbij willen pakken. Voordat we dat gaan doen jongens moet ik jullie erop attenderen dat wij worden gesponsord nog steeds door Pathé Thuis. En Pathé Thuis is een streamingdienst met alle nieuwste films die vaak net uit de bioscoop al verschijnen op de dienst. Je kunt deze gewoon kijken zonder abonnement. Bij Pathé Thuis zijn er bijna 5000 films beschikbaar en je hebt zelf de keuze om een film te huren of te kopen. Geen abonnement nodig dus, je betaalt gewoon per film. En volgens mij zit Tom al te kijken wat je allemaal kunt kijken bij Pathé Thuis. Ja, zeker. Gran Turismo, Mission Impossible. Mission Impossible die, uh, is uh, binnenkort ook te huur. Nou, hartstikke leuk. Ja, er is één film die staat op die ik echt super graag zien. Uh, Rise Boy Sleeps. No, nee, het nee. is dus met die ene oh. van de. de die, die, volgens mij speelt die dochter van de leftovers. Die speelt hier de, een van de hoofdrollen in. Oké. Okay. En zij is dan een meesteres. Uh, en ah, een daar komt de aap uit de mouw. En ze gaan met, met zo'n guy, die is dan superrijk. En dan wil hij ermee stoppen met het hele spel, maar zij wil doorgaan. Dus het wordt een soort van hele intense, rare thriller, zeg maar. Uh, want ja, zij heeft zoiets van: ja, er zit geld daar, dus ik moet hem uh, doorzetten en ik kan hem uh, chanteren. Dit moeten we toch wel heel even snel kunnen vinden hoe Ik dat heb die op die naam de site is. een video gezet en daar staat, uh, sta, staat de film tussen. Uh, maar hij lijkt me zo intens goed. Uh, ik heb het voorstukje even geëdit zeg maar. Want ik had een video gemaakt voor PT Thuis. Margaret, Qu Margaret Qualey. Margaret Qualey, zo heet zij Margaret inderdaad. Kijk, klik op haar in de B en dan even van wat is een meest recente film. <laughs> Once upon a time, laten we dat we niet doen. Nee. Sanctuary. Hij krijgt maar een 6.3, maar hij lijkt me wel echt super, super Super raar. Ja, waarschijnlijk gewoon omdat je wil zien hoe zij in uh, Dominatrix speelt. Nee, nee ja, ook dat. Maar het is gewoon het hele, het, hele, het hele thriller aspect. En hij is ook een goede acteur. Ik weet niet wie hij is, maar ik kom heel bekend voor. En... Christopher Abbott. Oh, dat is Jon Snow. Nee, God. Nee, hij lijkt wel een beetje op. <laughs> Alleen is best Jon Snow. Uh, waar heeft hij in gespeeld? It Comes At Night. Possessor. Oh. Sowieso een beetje eng. Hij van, speelt hij wel gespeeld. in de zesjes allemaal, ja, ik in het zo zie. de zesjes. Hij is wel een beetje horrormannetje. mannetje. Hey, en in Poor Things. Was er iemand van jullie daar laatst niet geweest? Of wie begon daarover? Uh, Tom wil die heel ik, graag ik, zien. Oh, die wil jij heel graag zien. Ja, zeker. Nou, daar speelt hij dus ook in. Dat uh, is uh, van uh, Jorgos Lantimos en dat is mijn favoriete regisseur. <coughs> jij hebt wel heel veel favoriete regisseurs, heb ik zo. Oh, te wie nog meer dan? Uh, nou ja, wie, wie niet? Uh, nee, waar dit komt is... een regisseur bij? Dat is echt mijn favoriete regisseur. Nee, dit is echt mijn favoriete de, regisseur. De rich oh. is ook jouw favoriete regisseur. Mm, ja, dat is nummer twee misschien. <laughs> <laughs> Ligt eraan welke dag je het vraagt. Welke dag? Nee, nee, dit is echt uh, mijn favoriete. Wat heeft de Jorgos regisseur. allemaal gemaakt dan? Uh, die heeft De Lobster gemaakt. En dat is oh echt ja. een. Uh, Gezeteltje zie ik. Nee, dat is een geweldig film. <laughs> <laughs> en Doc doet is dat die. Uh... Dat is met uh, Colin Farrell, Rachel Weisz. En uh, ja, het is echt een hele surrealistische film. Mensen komen in een soort van uh, hotel als ze te lang single zijn. En als ze na 45 dagen nog steeds single zijn, dan veranderen ze in een dier. En het is echt uh, ja, compleet absurdistisch. Fantastisch film, moet je kijken. Maar die heeft ook uh, The Favorite gemaakt. Uh, en ja, continu wel een beetje geweldige cast. Ook Emma Stone speelt daar weer in, en die speelt dus ook dus in die nieuwe film Poor Things. Aha, linkje. Hey, uh, goed. Patty Thuis dus uh, nog steeds onze sponsor. Enorm bedankt daarvoor. Um, voordat we echt uh, de onderwerpen in gaan duiken, willen we jullie altijd vragen om, het, uh, om ons te volgen. Als je wilt via Spotify luistert, doordat, uh, <kijs> bovenin de app kun je ook op het belletje drukken. Ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Um, Hey en voordat we erin gaan duiken, wil ik ook altijd weten hoe het met iedereen is. Tom, hoe is het met jou? Ja, prima. Weinig te melden verder. Ja? ja. Wat ga je dit weekend doen? Uh, ik ga met vrienden een weekendje naar Antwerpen. Oh! Ja. Dus jij hebt eigenlijk wel wat te melden? Uh, nou ja, als je het zo stelt wel, ja. Alleen ik heb het nog niet meegemaakt, dus ik weet nog niet uh, of het leuk gaat zijn. Nee, het gaat waarschijnlijk wel leuk zijn. En heb je het laptop niet mee voor noodgevallen? Dat je nog even in Esselrod kan duiken? Al, uh... Uh, ja, ik weet niet. Ik ben niet echt fan, fan van woospelen op laptop. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Ik vind het toch wel fijner om dan gewoon uh, met uh, mijn uh, normale muis- en toetsenbordje gewoon uh, achter de desktop te zitten. Uh, dus daar moet ik nog even een oplossing voor bedenken. Misschien ook een keer een goede uh, kleine USB-C muis uh, haal die je gewoon op mijn laptop kan. En mijn Magic mouse, die zijn ook super chill. Die had ik vroeger mm -hmm. altijd ook een Mac laptop. Ja, ook niet echt fan van. Oh. Nee. Nee, je moet toch wel een beetje de normale knopjes ja. en zo opzetten. Ik mag hopen dat als je een weekend weggaat, dat je dan geen World of Warcraft hoeft te spelen. Uh, nee, nee, zeker niet. Dan ga ik niet spelen. Maar waarschijnlijk zondag wel weer een beetje op tijd uh, uh, richting huis. Dus uh, dan gaan dat reinen, wordt nog hoor. wel een beetje <laughs> gekeemd. Uh. <Dan> even, <laughs> even brakken gamen <laughs> nog. Lekker, heerlijk. Wat level ben je nou? 31. Zo, jij gaat hard. Ja, zeker. Ja, nou, ik ben level 10 nou. <laughs> Niemand die dit gelooft? Ja, dan niet. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik, ik zie de screenshots wel te goed. Ja, dat komt wel goed. Shoes is met jou verder? Ja, wel lekker nog herstellende van alles een beetje. Ik kan het horen aan mijn stem, maar voor de rest uh, top. Goed zo. Dit ik weekend nog niet... plannen? stop op jullie? Nee, eigenlijk helemaal niet. Omdat ik zoiets heb van, ik kijk wel even aan. Eerst, ik, ik wil gewoon even slapen uh, eigenlijk. Dus dat is ook wel lekker. Heel maar grijpig. ik kijk nog wel even wat ik allemaal ga doen. Ik denk weer naar de bioscoop of zoiets, weet je wel. Iets rustigs. Ja, maar ik heb nou ook dus Japan in de koker zitten. Dat is eindelijk zover dus nu moet ik ook echt gaan uitkijken met wat ik uitgeef dus ik moet ook geen gekke dingen meer gaan doen in het weekend geen hot ups meer kopen of zo het niet zeg maar, maar ja, ja. uiteindelijk is die toch gratis maar je hebt dan. nog een jaar om geld sparen toch ja daarom ja precies nice ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als jou ik wil ook gewoon slapen maar ja ik ga dus een weekendje weg dus waarschijnlijk ga ik niet veel slapen dus ja waarschijnlijk kom ik helemaal fact dat terug maar lichaam ben ik gewoon extreem vermoeid met deze aanloop naar de dus ik in ieder geval met de aanloop naar, naar de feestdagen ik ben ja, gewoon een beetje, ja, moe. Ik ben een beetje ik ben ook heel, heel hebben. Ja. Ja, ja ja ik heb, ik merk het ook wel een beetje maar uh, goed Hè? Gelukkig hebben we vandaag, zon. Ja, en dat gaat met jou, nee. Ja, met mij gaat het goed, uh, zoals ik zeg. Ja, nog een beetje vermoeid. Van, nou, we zijn wel een stel zeikers, maar. <laughs> maar wel een beetje vermoeid van. Uh, ja, van okay, op maar die je trip, hebt wel echt een goede reden. Die trip naar Los Angeles, uh, dat uh, flink veel stappen gezet en dergelijke. Dus. Uh, ja, ja dat uh, fokt natuurlijk ook met je, mind. Ja, dat fokt wel een beetje, inderdaad. Maar uh, nee, ik verder Prima, joh. we zijn uh, lekker aan het chillen. Ik, uh, ik heb best wel wat gekeken voor mijn doen, denk ik. Zo, oh. deze keer? Ja, maar ik had ook natuurlijk, vorige week was ik er dan niet bij, dus ik kon een beetje smokkelen met wat ik heb gekeken. Ik had in het vliegtuig wat tijd om uh, zaken te kijken, dus uh, enorm trots op mezelf eigenlijk met wat ik, uh, wat ik zo meteen te vertellen heb uh, aan iedereen. En dit weekend rustig voetballen en ik denk ook een beetje uitrusten, wat jullie al zei. Laat even, even bijkomen. Iedereen, iedereen gaat slapen. Iedereen gaat slapen. Behalve ja. die, gaat, die gaat keihard feesten. <laughs> en die en gaat niet dus. slapen. Ja, je hebt een soort festival in Antwerpen. Misschien gaan we daar nog heen. Dat heet Full Circle. Dat is een soort van Antwerp dance event. Dus uh, nou ja, waarschijnlijk gaan we daar weer uh, terecht belanden. Ja. er dus uh, gaat weinig slapen worden, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, wij gaan uh, met het voetbalteam gaan we in januari gaan we naar Praag. En dan hebben we nu uh, gisteren de itinerary gekregen. Oftewel, wat gaan we die twee dagen daar eigenlijk doen? En de eerste dag een rondvaartbootje. Maar de tweede dag gaan we naar een, uh, ja, naar een gun range toe. Zo. Gaan we met wapens schieten. Wat? Real life Call of Duty. Ja, en iedereen mag met zes wapens of zo schieten. En er zit Jezus. ook een AK-74 bij. <laughs> dus dat vond ik best wel vrij oh. lijp. Uh, 74 of 47? Uh, 47, sorry. Ja, niet belangrijk detail. Ja, ja, ja. ja maar ja, dit die is, is goed. 74, nou. daar speelde ik altijd mee. In, uh, ja, die was ook goed. <laughs> dat was ja. ook mijn favorietje in Call of Duty 4. Maar uh, ja, wel lijp, denk ik. Uh. Ja, heel cool. Zeker. Krijg je nog, ga je er allemaal selfies plaatsen dat je met een geweer staat? Zo, ja, en, een, uh, een kurva. Uh, live zo ja. boven, zo kurva. Ja, dat te. is ook helemaal niet Tsjechisch Nee, weet ik. Maar dat is, iedereen weet toch wat dat, uh, wat dat is. Ja. En dan ja. moet je, je counterstrike strike spelen, gewoon Oost-Europees. <laughs> Adidas trainingspak aan. Hurken. Ja, dat moet je wel doen hoor. <laughs> Zo, je moet je een speciaal daarvoor kopen. En dan uh, van die slippen, ook. <laughs> ja. Adilet. Die heb ik, die slippers. Ja, en dan trainingspakje erboven en dan met een AK in je handen. Ja, nou, ja, ja. Dit zou echt wel een wel gekke kont zijn. Alleen laten vijf. staan. Zo. Ja, dit moet je eigenlijk wel doen nu. Ja, eigenlijk wel hè. Hey, um, laten we gaan kijken naar wat wij hebben gekeken jongens. En uh, laten we maar beginnen met Shu, want die heeft ons dinsdag al lekker gemaakt met een aantal dingetjes die hij heeft gekeken ja, en die hij wilde bespreken in de podcast. Ik heb eigenlijk niet zoveel heel veel gekeken deze week hoor. Uh, maar ik trap hem af. Ik heb gisteren drie op reis gekeken. Ik voel een beetje nostalgisch. Ik denk, ik ga weer een keertje. Uh, dat keek ik vroeger altijd heel graag. Dus het, ik had nou NLZ en ik zag het voorbij komen. En dat was precies de aflevering van Los Angeles toen ik dat seizoen aanklikte. Dus ik nou, dan klik ik die aan. Heel gaaf. Maar nu komt het. Je weet toch, jij bent er ook geweest. Jij bent, jullie al twee keer. Ik in Griffith Observatory. Dat ding bovenin. de ja. berg. Ja, daar ben ik toen met Sven geweest toen was jij naar een concert. Ja, wisten jullie waarom dat is gebouwd? Nee, ik ben er niet geweest. Oh je We hebben wel een GTA gezien, dus je bent er ja GTA ben ik Ja, precies. dat ben je er eigenlijk geweest. Ja. het is bijna hetzelfde. wacht, ik wist dit wel, waarom, waarom het is gemaakt. maar, wij nou, je hebt het hier dus over de een van de rijkste mannen van die periode was Griffith Griffith, die had gewoon alles voor elkaar was echt socialite, dat was met iedereen lekker op feestjes, dus uh, nou super. Schiet zijn vrouw door zijn kop door, door door hoofd heen. land in de gevangenis. ja, dat is niet heel handig. Nee. komt eruit... En dan denk ik, ja, hoe moet ik dit nou goed maken met iedereen? Want ik wil op mijn feestjes komen en ik wil weer uh, goed, goed te voorstaan als persoon. Heeft hij dat ding gebouwd? Daarom is het gebouwd. Oh, dat is toch gek? Dat is wel gek, ja. Je zou denken, het is gebouwd door iemand die helemaal gefascineerd is door de sterren. En die heeft helemaal uh, funding gekregen, allemaal moeilijk doen. Maar nee, het is gewoon iemand die even iets wil goed maken. Want die had even zijn vrouw door zijn hoofd heen geschoten. Bizar. Ongeluk of expres? Expres. Gewoon vermoord. En daar is in de gevangenis beland. En is Dat die, heb jij uh, geleerd door drie op reis. Door drie op reis. Dus uh, echt een, een goed programma altijd. Ja, wie was het? Uh, is Dennis. Met, uh, Chris. Hij uh... ja, heeft nog een oude met Dennis. Uh, uh, die Hagenees. Dennis Storm? Ja, dat, zo? Is, dat is toch haar genezen, Ja, Ik, ja, ik weet niet of hij is. Ik hoorde laatst wel een vriendin van mij. Die zegt dat hij nou helemaal een boekenschrijver is geworden. En zo. Ja, dus hij woont je, ergens in de jungle en zo. Ja, ja, hij is ja, in Bali of zo was hier een verhuisd, geloof ik. Daar is nog wel een keer een artikeltje over verschenen. Ik was trouwens een keer naar Dortmund Ajax. En toen gingen we even een hapje eten bij pizzeria. En toen kwam een vriend van mijn vader tegen. En die. Ja, die ging ook naar Dortmund Ajax. En die was dus uit eten met Chris Segers uit Woutreis. Ja. Dat is wel sick hoor. Ja, die bleek dus uh, groot Ajax-fan te zijn. En die uh, ging altijd samen naar Ajax. En ik ben dus ook een keer met die guy naar Ajax geweest. Met Chris Segers? Nou ja, nee, met die vriend oh. van mijn vader. Oké. Okay. Alleen toen was Chris Egers precies niet mee. Ah shit man. Ja. Het lijkt me echt. Dat, dat is zo'n legendarische wat op het van de Nederlandse televisie QSG. Ik weet niet waarom. Maar volgens mij hoeft hij het ook niet meer te doen dit werk. Hij is al gewoon rijden. Nee, hij heeft zoiets van: ja, echt, je... puur voor puur plezier. Ja, hij uh, gaat gewoon lekker rijden en presenteren. Ja. En hij doet het ook echt super goed. Dus dat is wel leuk. Ja, uh, leuke programma's. Ja, dus ik heb de Wickerman gekeken. Uh, vorige week, nee, deze week maandag. Een hele rare horrorfilm is dat. Want. Het gaat in feite over een politieagent die moet naar een eilandje toe in Engeland. Want uh, hij kreeg een, er is een brief binnengekomen over een meisje dat zegt: Joh, ik ben. Uh, uh, de, de moeder die had een brief gestuurd, mijn dochter is vermist. Uh, kan alsjeblieft komen. Hij komt daar aan, super vrolijk allemaal, super voor hippies die allemaal seks hebben buiten. En dat soort dingen. hij. ik: Wat is hier aan de hand? Want hij is super christelijk. Uh, en die moeder zegt ook: Van ja, nee, ik heb helemaal geen dochter. Ik heb er maar eentje. Die zit hier. Dat is niet met die naam. Dan zei ik: Hè? Wat is hier aan de hand? En hij gaat verder op onderzoek uit. En ik kom er eigenlijk achter dat het eiland bestaat uit een soort van mensen die allemaal heel erg in de oogst geloven. en opofferingen willen doen elk jaar. Uh, als, als de oogst mislukt. Uh, dus ja, en dan komt, denkt hij dus van. oh, dan. ze hebben nu dus die. die gaan die dochter uh, opofferen. en dat oogstfeest is bijna. Nou, dus hij doet. Uiteindelijk, ja. De, mensen die het willen kijken, ik ga niks spoileren. Eigenlijk moet je deze wel zien. of ben je een beetje horror-into-horror. Horror. Maar hij is ook heel gek, want er zitten gewoon. Ze gaan zingen. volkliedjes zingen allemaal, het is een halve musicalfilm op die manier. De shots zijn heel kleurrijk. Uiteindelijk is het super gnarly, wat er allemaal gebeurt. Want ze gaan zich allemaal ook klaarmaken voor zo'n feest. Dat ze allemaal maskers opdoen van dode dieren en dingen en dan? Ja, het is heel gek. Ik raad hem wel aan. Het, 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 het einde is wel een beetje voorspelbaar uiteindelijk, maar het is, uh, het is, het is een leuke film, om het zo te zeggen. Welke jaar het al, komt hij? Uh, 1970, 1973. Hij draait nu in het filmhuis Den Haag. Er zit wel veel naaktheid in, wil ik er wel even bij zeggen. Je ziet echt uh, bijna iedereen naakt voorbij komen in de hele film. Dat was wel een beetje... Oh, Christopher Lee? Nee, die niet. <laughs> <laughs> maar ik hoorde wel dat uh, Christopher Walken ook uh, volgens mij deze, een van deze rollen op zich maar nemen En gratis doen, want die script zo goed vond. Oké. Okay. Christopher Lee zelf, ik weet het niet meer. Maar, hele interessante film. Heel gek. Uh, het, is wel, het, het werkt wel een beetje op... Uh, ja, het is een beetje ongemakkelijk ook. Maar toch heeft het wel wat. Uh, het is gewoon een goede horrorfilm. Het draait nu in het film uit Den Haag. 100 jaar horror. Uh, Gaat een keer checken als je de kans hebt. Ja. Als je wat tijd over hebt, moet je ook even de ja, soort van uh, levenslooplijn van uh, Christopher Lee opzoeken. Want die man die heeft echt bizar leven gehad. Is dat de uh, gast van Lord of the Rings? Ook? Ja, van Lord of the Rings. Saruman. Die zag op zijn 17e uh, ja, de laatste persoon uh, geëxecuteerd worden met de guillotine. Hij is familie van Ian Fleming. Hij heeft op nazi's gejaagd in de Tweede Wereldoorlog. Um, en de, ja. hij is de laatste persoon, of nee, hij is de enige persoon van de cast van The Lord of the Rings die daadwerkelijk Tolkien heeft oh ja, ontmoet. Die tol Tolkien oh Tolkien echt, ja, ja. Ja, echt bizar. Maar, maar dat zo is een dus jaren nog... geleden hè, dat hij Tolkien heeft ontmoet toen hij jonger was. Ja, en ziek toen hoor. is hij uiteindelijk in die film gaan spelen. Maar zo zijn er echt nog veel meer bizarre feiten over hem die James gewoon Bond is op echt, hem gebaseerd. Uh... toch? Ja, ook een beetje. Maar hij is dus ook familie van de bedenker van James Bond. Dus uh, van Ian Fleming. Dus dat is ook al redelijk bizar. Nice. ja, je hebt zo'n on on ontelbare uh, toffe feitjes over Christopher ja. Lee. Okay. Ook uh, over zijn Star Wars personage. Hoe die. Dat die, zijn Star Wars personage. Die heeft dus zo lightsabers heel bijzonder. Als een soort schermer. Hij is dus ook gewoon echt. Uh, hij zou zo met de wereldtop uh, schermers mee kunnen of zo. Ja. Hij kan het dus gewoon een man die ja, hij kan. Is echt alles. Zwaardvechter. Ja. ja, hij is echt zwaardvechter, zeg maar. Dus zijn hele Star Wars character is daarop gebaseerd. dat hij ook echt goed kan schermen. Maar het is toch ook zo dat hij. Een kreet of zo, die dood ging, Lord of the Rings, toch nog niet echt genoeg vond en het nog een keer wou doen. Of dus dat is, een zijn een keer te vertellen hier. Dat weet je, zo ja, vanzelf, een kan keer. ook wel kloppen, ja, dat die echt mensen had dood zien gaan om hem heen door die verwonding. En hij dacht van ja, dat kan ik ook wel, maar dan beter. Uh, maar in ieder geval, voor de mensen die dit, uh, die, die dit luisteren, en nu willen weten hoe heet het film, dat was de Wickerman. Want ja. ik zei het een beetje snel, is mond. Um, daarnaast heb ik ook weer Loki gekeken, de, ben helemaal bij, ja, ik ben ook helemaal bij en. Ik heb een film gekeken en ik vond hem heel erg tegenvallen. Het was The Adventures of Priscilla Queen of the Desert. Nou, ik zat dus. Uh, er was iemand thuis bij mij en uh, ik kwam het idee van: we gaan een film kijken en ze zei: deze film is heel goed. Dus ik zei, nou, dan kijk ik hem wel met je mee. Het is een Australische film. En uh, ik weet niet meer waar het over ging, maar ik dacht dus dat er stond. <laughs> Hoeveel gaat... jaar geleden heb ik hem gezien? gisteren. En je weet niet meer waar die over Nee, want ik, ik zat de hele tijd gewoon Warcraft Rubble te spelen op de telefoon. Want ik vond het gewoon zo'n kutfilm. Oh. Um, het ging er dus over, in theorie dat... Ik dacht dat ik las dat het over drag queens ging die een uh, casino gingen overvallen. Maar dat was dus helemaal niet zo. Dus ik zat te wachten tot die hele overval scène van, nee, hey, dat is best wel interessant. <laughs> weet je wel? Uiteindelijk ging het gewoon over drag queens in de woestijn. <laughs> en Guy Pierce speelt erin. En nou denken mensen, wie is Guy Pierce? Um, ik heb, nee, die ik, moet je wel kennen. Ik zat hem dus te kijken en ik kreeg echt een hekel aan zijn hoofd. Ik weet niet wat het is. Ik kan niet tegen Guy piers. Echt? echt? Nee, ik trek dat niet. Oh, ik vind hem wel top altijd. Hij ziet echt als een verwaand rotmannetje dat gewoon. Ja, ik weet niet. Hij heeft echt zo'n soort van: kijk mij, ik ben Guy Pierce, zoals je hem ziet. En toen kwam ik erachter. Toen viel alles op. Want hij is de man van Chris Van Houten. Is dat echt zo? Ja, dat echt zo? volgens mij wel. Nee, toch? <laughs> Dit ga ik nu opzoeken. Nee, volgens mij is het niet zo. Het viel allemaal op zijn plek, zeg maar gisteren. Guy Piers relatie. Guy Piers en Carrie van Hout zijn getrouwd. niet getrouwd. Oh, ik had ze getrouwd waren. Uh, uh, maar ze hebben dus wel wat gehad. Ja. Of niet? Ja. Ja, zeker. Ze ja, staan samen op de foto. Ze, hebben, ja, nou, ze zijn gewoon nog steeds bij elkaar. Ze wonen in Amstelveen, zie ik hier. Oh, je moet nog uitkijken. Oh, Guy Piers in Amstelveen? Mijnamstelveen.nl. Carrie ja. van Hout en Guy Piers wonen in Amstelveen. Dat is heel bizar. Die is openhartig over relatie met Caris verklaart ook wel waarom die in Brimstone speelt. Ja, is wel een goede film. Is, trouwens. Brimstone is wel een prima film. Ja, daarin heeft hij ook al echt een hele lijpe rol. Dat kun je niet ontkennen. Ja, maar nog steeds, zijn gezicht staat me echt niet aan. Ik weet niet wat het is. Soms heb je dat met een persoon, ja. maar ja, toen dacht ik, nou, Caris van Houten, nou, 1 plus 1, easy. Blijkbaar zijn ze samen. Oké. Okay. Um... Nou, dat, dat was het eigenlijk in vogel. Ik heb ook deze film ook één ster gegeven. Uh, je wel heel laag. Ja, maar ik, was, ik zat heel de tijd op een heis te wachten. Ik kreeg geen heis te zien. Oh. En toen was het achter helemaal geen heis. Ze hebben, ze, ze hebben elkaar leren kennen op de set van Brimstone in 2016 en ze hebben samen een vijfjarige zoon. Nou. Ook nog. Ze hebben ook nog samen kinderen, ongelooflijk. Ja. Nou, in Amsterdam. Kijk, kijk hoe. Ik zag je die foto. Ja, ik zag die foto. Oh, ze alle twee kijken. Ik kan <laughs> er echt niks mee. Ik zo, zo boos van hout en ja. dan krijg je nog een keer de AIVD voor aan de deur, jongen. Ja, dat mag. <laughs> dat mag. Um, ja, zometeen ook nog wat meer over Loki. Ik zal hem ook wel even aanhalen, want ik ben ook uh, inmiddels helemaal bij. Maar uh, ja, ik mij... dus niet. Nee. nee, moet ik toch even bekennen? <laughs> ja, ja, ja. Slecht. Ja, dat ja kan dat ook kan gebeuren. Ik, uh, ik uh, moet zeggen dat ik de laatste aflevering uh, in de trein vanochtend heb uh, aangezet. Ja. ja, ik zag Disney Plus gaat de prijs omhoog uh, gooien. Toen was ik meteen klaar mee. Ja. Ja. Boven de 10 euro. Dus dat jij kan echt schandalig binnen... voor die dienst. Dus jij kan binnenkort niks meer kijken. Nee, waarschijnlijk niet. Want nee. iedereen ja, ja. gooit de prijs omhoog. Ja, maar ik, ben, ik heb ook ja, Netflix stopgezet, ja. inderdaad. En ik dacht nog, ik kan hanteer op mijn ouders. Ja, Netflix betaalt mijn moeder dan. Ja. Dus uh, ja, in die zin, ik betaal dan Spotify voor haar. En dan uh, ja, heb je een beetje die wisselwerking. Dat je daar wel van kunt profiteren. Maar uh, ja, als ik dat zelf had moeten betalen, had ik Netflix ook wel opgezegd. Ja, ja, ja maar nu is het dus. Ik dacht van, ik kan, als ik één keer per maand bij hun kom. Met mijn telefoon kan ik het naar mijn tv. Nou, ja. ja, dat lukt dus ook niet. Ik kan helemaal op mijn telefoon Netflix kijken. Dus ik kijk het ook niet meer. Ik vind het oh. echt waardeloos. Dat is wel balen, ja. Um, Tom, wat heb je wel gekeken? Uh, ik heb gekeken naar Attack on Titan, natuurlijk. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Um, Beckham heb ik afgekeken, helemaal afgerond. Um, ja, die laatste aflevering was een soort van... Ja, een beetje samenvattend iets eigenlijk. Ik vond die een beetje gerust ook. Want eigenlijk hebben ze daar een soort van drie periodes in één gestopt. Dat vond ik een beetje jammer en dan ook nog een gedeelte van zijn persoonlijk leven. Dus ja, over PSG gaat het maar heel kort. Over Milan gaat het maar heel kort. Uh, er zit een heel klein stukje LA Galaxy in. En dat wordt even allemaal er doorheen gepompt. Terwijl in die eerste drie afleveringen nemen ze overal een beetje ja, ruimer de tijd voor. Dus dat is aan de ene kant wel jammer, maar dat is nog wel, ja, betekent niet per se dat het een hele slechte aflevering was, het was alsnog wel genieten. Uh, ja, en juist om ook een beetje te zien hoe hij nu is uh, met zijn familie, dat vond ik wel leuk. Uh, en zeker dat laatste stukje dat hij nog even gaat voetballen met zijn zoon. En dat hij dan op het begin meteen zegt: Van uh, dat arsenal die, uh, die moet je even uitdoen. Want uh, dat lijkt helemaal nergens op. Is ja, dat, dat die zoon die uh, nu ze niet alles denkt te kunnen doen, zeg maar. Dat hij een kookprogramma heeft en hij kan niet koken, zeg maar. Is dat die gast? Weet ik niet. Ik uh, ken dat verhaal niet. Ze nepentice is een, nepetis baby's, een van die zoons. Dat is echt heel erg. Ja, nou, in principe zijn het allemaal nepentice ja. baby's, hè. Uh. En die doen helemaal, oh ja, maar ik kan echt een geweldige tosti maken of zo. Oh, en dan... Ja, ik heb hier vaak wel iets ja, van gehoord. Dat ziet ja, ziet er zo dom uit. Dan zit je echt te kijken, en denk je, van, dit is echt zo'n verschrikkelijk ventje. Maar ja. Nee, ja, volgens mij één zoon, die is gewoon echt voetballer. Ja. Uh, volgens mij was dat deze. Oké, oké. Okay, ik okay. denk niet dat hij. Uh... Maar in principe komen als kinderen nog wel heel even voorbij. Uh... Maar dit was, uh... nou, was op zich wel een aardig fragmentje. Kleine shout-out naar mijn kinderen, deden die nog even in de Ja, dorp. precies. <laughs> ja, ik dacht, die toch nog wel even weer een uh, setje in de juiste richting te geven waarschijnlijk. Um, ja, dus ik ben ook benieuwd uh, ja, wat voor documentaires misschien hierop gaan volgen. Gaat die uh, guy van Succession, uh, ja, ik noem hem maar gewoon even Hugo. <laughs> Gaat hij nog meer leuke documentaires maken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Um, want dit was wel echt een, uh, ja, een van de betere sportdocumentaires. Uh, um, ja, verder een klein beginnetje gemaakt met Invincible. En toen, ja, ik was de hele tijd in de veronderstelling dat die aflevering 20 minuten waren. Maar toen waren ze toch 45 en toen ben ik op de helft gestopt. Ja, dit, <laughs> ja maar ik heb, dit, ik heb dit ook nog even uh, gezien. Uh, maar ik had ik, ik kon, ik kon moeite met alles begrijpen hoe het nou precies in elkaar zat. Had jij dat ook? Uh, ja, een beetje op het begin wel. Er zat wel een soort van recap uh, voor. Maar in mijn veronderstelling uh, stond oh. Invincible, zeg maar, lijnrecht tegenover OmniMan. Maar dat was helemaal niet zo. Ja, dat dacht dus, ik dus ook nog. Maar dat klopt volgens mij ook. Volgens mij hebben ze een soort van. Uh, ja, kleine timeskip gemaakt en wordt dat later wel uitgelegd. Ja, nu was het weer zo van... Je zat ook nog met andere universums of zo. Dus zag je, aan het begin zag je weer een stukje van een ander universum... en dat wordt later weer niet zo. En dan ga je weer naar het universum ja. wat je kijkt. En ik dacht zoiets van, yo, dit wordt echt weer Marvel-meuk. Mm. Het gaat allemaal kant op met universums. Dat vind ik niet zo heel chill. Ja, niet echt. Want volgens mij is dat juist een beetje waar ze de spot, spot mee drijven. Oh, oké. Okay. Dat is een beetje, ja, juist de bedoeling. Uh, en dat wordt uiteindelijk wel uh, iets duidelijker. Maar ik zat er wel op zich wel meteen weer lekker in... Ja, die, die keiharde actie en gewoon ja, zo'n soort van. Ga meer de superhelden. versie van The Boys. Dat, uh, ja, dat werkt wel heel goed. En ook, ja. die, die voice acting allemaal uh, echt uitstekend. Dus uh, ik vond het wel jammer dat er. Uh, was geloof ik één afleveringje beschikbaar Ik dacht, nou ja, ze doen misschien weer lanceren met meteen uh, twee of drie. Dus ik dacht, ja, misschien toch even beter om alles op te sparen. en Vandaar dat ik ook maar een klein beginnetje heb gemaakt. En dan, ja, als er vier of vijf zijn, dan begin ik gewoon weer uh, met kijken. En dan, uh, ja, ram ik zo lekker doorheen. Ja, dit had ik dus ook, maar ik was opeens, ik zat te kijken en ik dacht, oh, aflevering 2 staat er ook op super chill. Achteraf was het een soort van, het stond heel raar op, op Prime stond er af, seizoen 202. Ja, klopt. Ja. En toen kreeg je een soort van aflevering van, uh, van, dat, van die chick. Ik weet niet hoe ze heet, ook die superhelden. En, ja. en haar origin story. Het ook zoiets van hé, ik snap er helemaal niks meer van. Dus ik zat echt te kijken en ik werd helemaal gek. Maar die heb ik ook gezien. Het was ook wel. Uh, even wachten tot alles erop staat. Misschien ja, ja. serie. is het weer wat duidelijker. Ja, precies. Ja. Dit is echt, uh, ja, typisch zo'n serie, op Netflix als ze dit gewoon in één keer online gegooid. En dan, uh, ja, dan werkt het toch wel beter. En voor de Amazon dat niet eerst ook. En dat ze uiteindelijk wel na wekelijk zijn gegaan. Nee, Amazon heeft sinds, het per serie toch? Sinds de boys seizoen 2 weet ik nog, hebben ze echt uh, dat, ze, dat ze dan drie of vier afleveringen doen en ja. alles per week. Want maar de Boys Seizoen wel... 1, kwam die nou wel in één keer? Volgens mij wel, ja. ja. Want ik weet nog, ik heb de review toen gedaan voor de Boys Seizoen 2. Toen was het zo dat je wekelijks moest wachten. Ja. Oké. Okay. En ik heb weer een klein beetje finland uh, zaga aangekeken. Een leuke tip voor mensen die uh, klaar zijn met Attack on Titan, denk ik. Uh, zeker aangezien het van dezelfde animatiestudio is. Natuurlijk wel uh, ja, andere bedenken van het verhaal. Maar ik denk dat het wel uh, potentie heeft om... Soortgelijk hoogtes te bereiken. Niet zo goed als de Titan. maar wel het komt wel in de buurt. Nice. Ja, heel sick. Oké, okay, dan um, zal, ik maar even, ja, zal ik even aftrappen. Um, ik ben een stuk verder met One Piece. In het vliegtuig heb ik heel ver kunnen kijken. Ik ben bijna door Dressrosa Rosa heen. Die arc, ja, die is volgens mij, voor mensen die gewoon hebben gehecht, heeft het echt twee, drie jaar geduurd of zo. Jeetje. met wekelijkse ja wekelijks aflevering. En jij fietst er even in een weekje doorheen. Nou, niet een weekje, maar ik ben nu op ongeveer 730 uit mijn hoofd aflevering, dus uh, het gaat op zich prima. Ik had wel uh, de afgelopen dagen sinds ik terug ben uh, eigenlijk niet meer echt gekeken daardoor, omdat ik echt uh, in het vliegtuig heb ik misschien wel 15 afleveringen achter de oh, weet je wel. Zo. Maar heb je niet wel ja, uh, eens dat je dat kijkt en dat je denkt van ik ga, dit is een hele langzame aflevering, ik doe het doet twee keer speed. Nee, 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 nee? nooit, nee. Dit kan volgens mij niet op Sc Crunchyroll, toch wel? Nee, Ik weet niet of dat kan. Denk ik niet. Nee. 728 ben ik trouwens. Dus Jezus. ja, ik, uh, voor de mensen die nu gaan opzoeken van oké, okay, waar ben je dan precies? Ik ben op uh, een heel bijzonder stuk uh, in het gevecht. Um, en dat is op zich het chillen dat, dat, dat ik dit heb gekeken in een vliegtuig. Soms zit je thuis en denk je van oké, okay, ik kan twee, drie afleveringen kijken. En dan denk je, oh, ik ben eigenlijk helemaal niet zoveel verder gekomen in het, in het hele gevecht. Maar omdat ik nu gewoon maar gewoon afleveringen bleef pompen, want ja, ik zit toch vast in de in dat blik. <laughs> Dan had, had ik gewoon het idee van oh, ik heb best wel een flink stuk weggewerkt nu. En ik heb best wel veel geleerd. Um, en ja, ik ben echt in een heel vet stuk gekomen. Waarbij uh, je heel veel leert over de achtergrond van, uh, van een van de bad guys. Um, en ook over uh, lol. Uh, leer je heel veel achtergrond. Ik, denk, ik wil eigenlijk niet te veel, uh, veel spoilen. Maar wat, wat de One Piece gewoon heel erg knap kan. Is gewoon zelf, zeg maar, elk klein personage. Geven ze zelfs één of twee afleveringen even wat extra backstory. Waardoor het echt. Nou ja, sommige mensen zitten te janken bij die backstory, zeg maar. Omdat het zo mooi is geschreven. Of dan opeens begrijp je waarom een personage is zoals die is. Um, Doflamingo is hier de grote bad guy. Die krijgt natuurlijk wat meer afleveringen over zijn backstory. En je snapt gewoon helemaal waarom die zo is. En dan sta je, terwijl je eerst linea recta tegenover hem staat. Heb je dan toch bijna zoiets van: oh, ik begrijp deze guy wel een beetje. Um, en een aantal handlangers van hem die krijgen ook een aantal afleveringen backstory. Die echt fantastisch zijn sowieso. Ik vind Dressrosa Rosa echt een hele goede arc. Hij is wel wat lang. Dat, dat stoort sommige mensen, maar ja. mij niet zo. Ik vind het echt... Uh, het is echt, zit heel goed in elkaar. En uh, ja, ga One Piece kijken is nog steeds uh, de conclusie. Ik weet dat veel mensen... Uh, afschrikken van Het de... afschrikken ja. van, uh, van de duizend afleveringen. Inmiddels ja. zijn het er elfhonderd, moet ik zeggen. Ik wacht wel tot ze een keer uh, One Piece super maken. En dan doen ze gewoon een uh, remake en die wat korter is. Ja. ja, je, ja kun kunt pace, je, je kunt One Piece kijken, maar... Uh... Ja, maar dat is ook niet per se heel veel korter. Ik heb daar wel eens naar gekeken. One maar, Piece uh, Director's Cut. Nog langer. Ja, ja ik kan het zeggen. <laughs> maar ik denk dat Oda de hele korter maakt. Ja. En in 4 bij 3. Ja. Uh, maar goed, ja, nog steeds heel echt fantastisch. En ik ga lekker verder kijken en uh, ik laat het jullie weten. Ik heb ook uh, afgekeken de Fall of the House of Asher. Ik moest volgens mij na de vorige keer dat ik het over heb, gehad nog twee afleveringen kijken. En ja, ook echt uh, fantastisch van Mike Flanagan. Uh, het is niet mijn favoriet van hem. Nee? Dat niet. Ik vind Hunting uh, of Hill House nog steeds beter, en Midnight Mass staat misschien een beetje gelijk aan deze ongeveer. Het is wel een heel andere opzet van de serie. Maar zeker die laatste aflevering is echt... Uh, ja, er zitten hele vette scènes in. Ik vond de laatste van Midnight Mess echt een tegenvaller. Moet ik wel oh. even bijzeggen. Met dat... Ja, maar het, het eindigde zo, 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 zo zoetsappig. Vond je? Er gingen heel veel mensen kwamen juist nee, niet maar, heel goed goede. maar dat ze dan allemaal... Je denkt van, oh, ze gaan allemaal doordraaien. En dan heb je weer twee mensen die het zo van... Oh, nee, je hebt ook weer een groep mensen die zeggen, nee, dat doen we niet. En dan denk ik van, ja, maar hoe kan dat dan? Dat is niet ja. uitgelegd. He, dat was een beetje raar. En dan lopen ze allemaal maar in de zon totdat ze doodgaan. En dan heb je nog in dat roeibootje. dan iets ja, maar dit. Is ja, wel ik weer vond, echt... ja, ik vond het wel nice. Zo cliché. Uh, Vooral thuis moet ik wel aan beginnen nog. Want ik heb natuurlijk geen Netflix meer. Dus ik ga even een manier proberen. Uh, <laughs> even een dagje bij je ouders op de bank. Even een uh... dagje bij mijn ouders op de bank liggen. Maar uh, het, is wel een ver... het is wel een verhaal wat al een keer verfilmd is. Is dat zo? Ja, in 1970 of zo is er uh, een, een op. Komt het met een genre horrorfilms? Een beetje uh, van uh, de, de schrijver. Het is een boek volgens mij ook. Het ja. van Edgar Allan Poe, als ik me niet ja, vergis. Ja, wel echt volgens mij twee pagina's of zo. Oh, het is een uh, kort verhaal, maar daar ja, is het ook een, al. Uh, short novel, ja. Het is al een keer, want ik zag op de Criteria Channel, zag ik een keer, dat was ook een streaming service. Toen ze te kijken, toen zag ik de Valfdhuis Usher. Ik, toen zag het echt super vet uit. Ja, het, het, het is echt een hele vette show. En het is heel moeilijk om hierover te praten en niks te spoilen. Maar wat ik wel kan zeggen, het is weer een beetje een kritiek op grote corporaties. En uh, uh, nou, in, de, in deze show bezitten zij de uh, familie eigenlijk een bedrijf dat medicijnen maakt. Maar de manier hoe ze wisselen tussen vroeger en nu. Um, waarom hebben ze dingen gedaan? Uh, hoe is iedereen geworden zoals die is? Uh, de manier waarop bepaalde. Het gaat er uiteindelijk over dat die kinderen aan hun einde komen. Nou, dat is niet echt te spoilen. Dat, dat leer je al vrij snel. Um, ja, hoe zijn zij zo geworden? Hoe heeft die familiesituatie hun zo gecreëerd? En er is eigenlijk heel de serie is er gewoon een groot mysterie van... ja, maar hoe kan dit zo gegaan zijn? En in aflevering 8 komt dat allemaal heel mooi samen. Er zit echt een insane vette scène in... waarin zeg maar, het hoofdpersonage een beetje met de neus op de feiten wordt gedrukt. Uh, om het zo te zeggen... Wie is is een precies wie speelt. Uh, van, van, is het eentje van de normale kast die er altijd uh, in Mike Flanagan serie zet? Of, uh, nee, het is wel een uh, nieuwkomer. Uh, Nieuw Bloed. Uh, hoe heet, hoe heet hij? Moet Ik even acteurs een acteurslijstje hoor. Uh, Bruce Greenwood, die Roderick Asher speelt. Ja, die heeft normaal niet deed Mike Flanagan. Nee. maar hij, die speelde wel in de Mike Flanagan film, volgens mij. Toen ja, die is die Dr. Van Sleep. Clean. Ja. Aha. Valt me trouwens wel op dat die Mike Flanagan die is echt uh, asociaal aan het pompen met uh, nieuwe dingen. Ja. Echt ieder jaar brengt hij wel wat nieuws uit. En, uh... Ja, hij had die deal met Netflix dus. Ja. Uh, hij had De Hunting of Hill House had die, mocht hij maken voor Netflix. Dat was toen zo'n succes dat ze meteen een contract voor drie series onder zijn neus hebben gedouwd. Ja. Um, hij dacht, die fiets ik even heel snel eruit en dan uh, ja, ik weer ergens nieuwveld uh, harken. Ja, want hij heeft al een contract met Prime. Zijn volgende serie ah, ja. gaat uitkomen bij Prime. En bij Prime kreeg hij volgens mij, volgens, ja, het zal wel meer centjes ook zijn... Kreeg hij ook iets meer vrijheid of zo in wat hij wilde maken. Of er was een project ja. waar Prime de rechten van had. Ja, want nu is hij toch wel een beetje, ja, veel al voor mijn gevoel hetzelfde sausje eroverheen aan het gooien. Uh, en hij werkt ook weer aan een nieuwe Stephen King uh, film, denk ik. The Life of Chuck. Uh, dat kan wel, ja. Dus wel, hij heeft ook een zien. soort van uh, deal met Stephen King om uh, films uh, te blijven maken. Ik even moet even opzoeken waarom die nou naar Prime ging, hoor. Maar volgens mij had Amazon de rechten van iets. Maar ik moet wel zeggen... En ik, daarom uh, ging die ook naar Prime. Je zoekt, ik vind het een hele mooie tegenhanger van uh, American Horror Story. Waar ik echt... De eerste twee seizoenen vond ik bizar goed daarvan. En toen werd het een beetje te veel van het stilistische. En uh, je hebt nu nog in Mike Flanagan series dat het niet alleen maar stilistisch is. En dat het ook gewoon een heel goed verhaal bevat. Ja, zeker. Eh... Uh... Ja, ik kan het even zo snel niet vinden wat hij nou. Uh... Top is dit ook een van je favoriete regisseurs trouwens. Nee, <laughs> nee zeker niet. Nee? Maar wel van Nick, volgens mij. Nou ja, ik, ik ben normaal geen fan van horror. En hij weet wel ja. horror voor mij leuk te maken. Dus dat is denk ik wel iets, iets uh, speciaals wat dat betreft. Um, en het is ook niet echt horror horror waarbij ze uh, waarbij je, je laten schrikken en zo. Ik vind vooral jumpscares echt heel kut. Het is meer psychologisch uh, horror. Ja, beetje. en er ja. zitten soms echt wel wat enge dingen of smerige dingen in, of uh, een beetje gory. Nou, dat vind ik dan niet zo erg. Maar jumpscares en zo. En zo'n spannend muziekje. En dat er dan een spook uit de muur komt. Ja, dan krijg ik helemaal de hybride. Jij, moet, jij, die hier echt, die jij van. moet echt oprecht. En dit, ik denk dat Tom hiermee eens gaat zijn. De, de, de Wailing kijken. Zo! Ja, dat is wel een goede film, ja. Dat is echt de beste horrorfilm die ik ooit heb gezien en er zat er ook geen jumpscare's in zover ik me ja, nee. Ik weet dat ik als kind The Ring en Sal heb gekeken en sindsdien ben ik echt horror getraumatiseerd. Maar tegenwoordig zijn er niet echt veel meer jumpscares toch? Nee, het is een beetje ja, de conjuring en zo moet ik ook allemaal niet hebben, hoor. Ja, maar dat is echt allemaal van niet technieken dat je even dat je of meest, iemand zo... wordt achterna gezeten ja. door een monster en zo. Ik word, dan krijg je de... Wat heb ik vroeger ook nog een keer gezegd? De Texas Chainsaw Massacre kwam toen een keer op tv. En dan dat was nog die tijd dat je gewoon scrolde en dan stopte je op een zender waarvan je dacht... Ja, okay, ah, dat is een goed idee. Dat klinkt vet. Scrolde. Ja, jongen. Toen werd ik ook... Heet, oh ja, Sepp heette dat. Ja, Sepp Ja, en uh, nou, toen werd ik even helemaal uh, ook live van die Texas Chainsaw Massacre. Dat vond ik ook echt niet chill. Ik weet nog de eerste keer dat ik de hele Sepp ijs keek. Toen dacht ik ook, wat is dit? Dat is echt gory. Ja, gory, I know gory. what you did last summer. Oké, okay, maar shit. heel goed hoor. Nou, heel echt janken. Um, goed, de of de house of was je sowieso aanraden op Netflix uh, als je die hebt. Uh, ik heb een beginnetje gemaakt aan De Bear. Zo! Seizoentje 2. Uh, ik heb de eerste paar afleveringen gezien. En ik ben nu aangekomen bij de aflevering van een uur. En ik heb me laten vertellen dat dat een hele zieke aflevering is. Ja, zeker. Maar ik zat dus op de heenreis. Toen was mijn Crunchyroll app gecrashed. En toen kon ik die aflevering niet meer laden. Dus toen ben ik naar De Bear gaan kijken. En toen ja. was ik, had ik zeg maar nog een half uur voordat ik ging landen. En toen zag ik dat die aflevering een uur was. Dus toen dacht hij van, oké, okay, dan ga ik die nu niet beginnen. Dat is niet in Denemarken, toch? Of zo? Nee, en hij uh, is al in Denemarken. Ja. Maar, het, hij zal, dus, maar dat zal zich ook wel deels daar afspelen. Neem ik Want daar, daar ben ik gestopt, inderdaad. Die van een uur heb je gezien wel? of uh, Nee, ik heb gezien dat hij in Denemarken aankwam. Maar, ja, die oh, in nee. Denemarken die is kort. Ja. Dat is uh, dat hij gaat leren om uh, toetjes te maken. Ja, ja, en zo. ja. ja, ja, ja. Bij, uh, hoe, hoe heet die acteur ook alweer? Uh, die speelt nu die... die De eyebrow, in... eyebrow guy. Ja, ja. Wil Will uh, Will, yeah. Will oh, Will oh, die gast. Ja. Wil Porter, Polter. Die heeft wel zieke glow heb gekregen. Die zit ook in Miller's, die uh, Marvel-film uh, Guardians 3. Hij ziet er echt als je hem vergelijkt met weer de Millers, dat hij dat hele rare neurtje was. Die ja. heeft zo'n gespierde bonk van een gast. Dat je oh, wat? Ja, 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 ja. Dat is ook wel een vette aflevering trouwens. Maar jij bedoelt uh, de kerstaflevering. Dan uh, gaat de familie Barzata kerst vieren. Ah, dat is de goede aflevering. Dat, of dat wat? is de goede aflevering van uh, ja, meer dan een uur. En die moet ja. je wel echt uh, thuis op je tv'tje kijken. Niet ja, je niet in het nou ja, kijken. goed. Ik heb nu de eerste vijf heb ik dus gewoon in het vliegtuig gekeken. En dat was ja. een hele mooie ervaring weer. Ik zat er weer helemaal in. Ik moet wel zeggen, het was weer zeker vanaf aflevering één... dan openen ze weer met een hoop stress en kabaal. Ja. Dat dus je denkt, nou, we zijn er weer. Kijk je even niet voor, om te ontspannen. <laughs> Maar uh, ja, nee, echt enorm genoten. En uh, ik zie dat de rest van het seizoen alleen maar top-ratings heeft op IMDb. Dus, uh, ja, en, en, ja uh, zeker. Ja, het wordt alleen maar weer beter. Seizoen 3 ook aangekondigd, natuurlijk. Ja, deze week aangekondigd. Uh, Vernieuwd voor seizoen 3. Ja, ik denk dat niemand daar eigenlijk uh, over had getwijfeld. Maar ja, toch altijd lekker als dan die bevestiging er komt. Zeker. Zeker. natuurlijk ook vaak zat gebeurd, dat er ook goede series uh, werden geannuleerd. Maar nou, mooi om te, te weten dat ook de kijkcijfers goed genoeg zijn om het uh, te verlengen. Hopelijk ja. krijgen we dit keer uh, iets sneller. Uh, maar is uh, ja. dus niet. Het is, heel, het is heel goed. En volgens mij niet echt duur om te maken. De acteurs zullen wel wat duurder worden. Ja, die worden duurder, ja. Maar qua locaties en zo, het, ja. Ja, Ik weet niet hoe dit eindigt natuurlijk. Kijk... Nee, ja, ik ja, ook niet. Ja. Dat, het kan natuurlijk dat, ook steeds gekker gaan. Ja, uh, qua, en qua budget zal het ook allemaal wel... Nou, je ziet nu al dat ze bijvoorbeeld internationaal gaan. Dat ze ook naar Denemarken gaan. Dus ik ben heel benieuwd of dat derde seizoen dan ook nog weer uh, lijper wordt. Qua, uh, ja, misschien uh, internationaal tripjes of zo. Ja. Maar... Uh, het is goed hoe ze het nu hebben gedaan, want het is... Deels is nog heel kleinschalig, maar toch af en toe die kleine uitstapjes. Dat is wel... Uh, ja, dat is wel tof. Ja. Ik denk wel dat we het iets sneller kunnen gaan krijgen, trouwens. Want nou ja, Disney heeft uh, Hulu nu volledig overgenomen. Ja, we moeten meer betalen. Dus dan moet, dus ja, we moeten meer nodig. betalen. <laughs> dus, die, die vertalers kunnen ja. nou ook ingehuurd worden. <laughs> ja, maar misschien doordat juist die rechten van Hulu nu volledig bij <coughs> Disney liggen... dat ja, deze serie misschien ook op dag één misschien wel gewoon... Uh, ja, en ja, net toch? zoals uh, gewoon uh, dingen zoals ja, Ahsoka dat ze zelf maken en zo. Dat we dat gewoon direct kunnen gaan zien. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Dat zou wel heel lekker zijn. Ja. Wat ik tot nu toe trouwens heel leuk vond in dit seizoen. Is dat, uh, dat ze bij veel personages even een andere twist geven. Iedereen ja. krijgt een soort van net een klein ander zijverhaaltje. Waardoor, waardoor het weer net weer even wat interessanter wordt. Uh, Carmi die krijgt een soort van een romantische klik met iemand. Ja, uh, nou, dat, ja ik, ik had niet per se verwacht dat ze die kant op zouden gaan. Uh, maar ik denk dat het voor zijn personage wel echt heel interessant is. Ja. Hè? Voor iemand die veel mentaal worstelt, hè, dan gooi je er een ander persoon bij. Kijken wat er dan gebeurt. Maar um, ja. Je ziet ook dat hij van het werk dan wat wordt afgeleid. Um, je ziet bij de, bij de wat oudere werknemers, die worden nu opgeleid om echt uh, specialisten ja. te worden. Nou, dat zorgt ook wel eens voor interessante verhaallijnen. Ja. Dus ik denk dat. Het ja, gewoon Kassen heel... heeft ook nog een hele vette arc in dat uh, tweede seizoen, dat ga je ook nog zien. Ja, die wordt nu een beetje aan de kant geschoven. Als het ware. Ja. Of in ieder geval van hij kan niks. Hij kan niks bijdragen. Ja. Dat uh, gevoel geven ze in die eerste paar afleveringen. Dat, ja, dat, dat Frank natuurlijk. Maar uh, ja, heel hele slimme keuzes hebben ze denk ik al gemaakt. Die, wat ik in de eerste vijf afleveringen heb gezien. Ja, en dan, uh, dan smaakt het zeker naar meer. Ook wat uitstapjes buiten het restaurant. Ja. Met, uh, met Carmi. Dus, uh, helemaal goed. En ik zag nu trouwens dat Shameless te zien is op Netflix. Nou, dus als zo. je Netflix hebt ik zie ook iedereen die over de ber begint op tiktok reageren allemaal iedereen reageert ga shameless kijken ga shameless kijken nee. en Dat ze zeggen dat hij uh, de acteur van carmi ook gewoon zeggen van hij carried shameless ook echt uh, enorm hard of als een van de echt een uh, fantastische serie ook maar ja heel veel seizoenen dat schrik mensen hij ook had weer een ook beetje nog af. Een auditie gedaan voor een marvel film uh, laat ja, ik, dat ik, las ik ook. ja aha maar hij was niet uitgekozen omdat hij het omdat hij het te makkelijk overdacht uh, geloof ik oh hij dacht nu ben ik grote speler ja ja ze bellen vanzelf alweer naar seizoen drie. Zo moet je maar denken. Ja, joh. Nu zit hij toch bij Disney in de, in ja. de koker. Dus, uh... Zeker. Hey um, Loki. Laten we dat even erbij pakken. Zul ja. en niks zijn uh, helemaal bij inmiddels. Kom uh, als je weg wil lopen. Dit, nee, joh. Uh, hebben het er okay. lekker over. Uh, mij maakt echt helemaal niks Ja, nou, ik denk ook niet dat het heel spoilergevoelig is uh, wat we hebben gezien hoor, in uh, deze aflevering. Ja, er gebeurt wel een hoop. maar best wel veel, hoor. Ik weet niet. Ja, maar uh, hoe kijk je naar Loki tot nu toe? Dit seizoen? Uh, prima. Uh, ik heb eigenlijk geen negatieve kanttekeningen, maar ook niet, ook niet extreem positief, om het zo te zeggen. Ik heb wel het gevoel dat ze nog niet uh, volledig op het gaspedaal trappen, wat ze wel eigenlijk konden doen nu. Ja, ik, uh, ik, vind het, ik vind Loki zeker vermakelijk. Ik denk als je kijkt naar de andere Marvel-producties van de laatste tijd, dan is Loki zeker wel beter dan, uh, dan wat, ze, wat ze voor de rest hebben laten zien de afgelopen maanden. Ik vind het een interessant concept. Uh, ik vind met name de set vind ik echt zo vet gedaan. Kleurgebruik, licht. Um, nou, in deze aflevering zie je eigenlijk dat Loki naar verschillende soort tijdlijnen moet. om uh, zijn vriendengroepen, uh, laat ik het zo maar noemen. terug te halen. Ja, stuk voor stuk echt fantastisch. hoe, hoe dat er allemaal uitziet en is gedaan. En ja, een stukje emotie komt erbij kijken. Uh, Tom Hiddleston die doet dat echt uh, hij fantastisch. Het, hij is een Hele goede acteur. Hoor. Hele goede acteur. Uh, ik moet zeggen, iedereen eromheen ook daar niet van. Uh, ja. K.H. Kwan heet die, volgens mij, die dus uh, Obi speelt. Ja. Ook weer fantastisch deze aflevering. En uh, ja, moet ook niet te veel gaan spelen, denk ik. Maar, maar is nou serieus volgende week al de laatste aflevering? Of ja. Nou, ja, deze week dan eigenlijk. Hè? Ja. Vrijdag, ik, uh, ik vrijdag komen ze altijd. Ja. Voor je gevoel is dat niet zo. Nee, er moet nog heel wat afgerond worden, heb ik een beetje het idee. En vooral als ze dit ook willen gebruiken hè, voor, voor, uh, voor het MCU zelf, om weer een kant op te gaan, dan, dan is dit wel vrij kort. Ja, en ik las toevallig een artikeltje dat het wel de bedoeling is dat seizoen 2 soort van niet per se een open einde heeft. Nee, precies. Ja. Dus dat er wel een conclusie komt bij het probleem ja, van de... To Tom to wordt het ook weer te duur natuurlijk. Dus ze moeten ook weer een beetje kennis nou ja, gaan maken. Ja, ik, ik denk dat ze hem nog wel misschien een tijdje willen aanhouden, ondanks zijn prijs. Want, ja, uh... Hij zou toch een ideale James Bond zijn, even tussendoor. Denk je? Ja. Is hij niet een beetje te lanky? Nee, ja, ik vind alleen nu, nu dat we uh, de podcast hebben gehad waarin mijn broer zei dat hij elke keer die haarflip deed volgens mij, Per. <laughs> ja. Zit het wel echt ziek in mijn hoofd als ik het <laughs> kijk. En het ja. is niet meer oké. Okay. Ja. Het is echt niet oké. Okay. Als je ooit de James Bond gaat spelen, moet ze gewoon ja. zijn haar afscheren. Dan, ja, maar dan 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 elke keer hij helemaal wel. Als, als die landt of zo, of als er iets ja. gebeurt. Ja. Het is ja. heel irritant. Maar voor de rest is het wel heel goed, ja. Het is, uh, visueel is het echt prachtig, maar het gaat gewoon geen kant op op dit moment. En ik kan nee, daar, daar zit niks zit een mee. beetje vast. Je zit nu al op de vijfde aflevering en het heeft nog steeds niet ze, ze draai gevonden, de serie. En dat vind ik wel moeilijk voor de, de Het probleem dat er in aflevering 1 was, dat is er in aflevering 5. Ja, het is de ene laatste aflevering en dat is wel echt, echt balen hoor. Ja, het is, het is heel mooi wat je ziet en het, je, het neemt je wel mee, maar ja, ze je, je zitten nog steeds tegen hetzelfde probleem aan te hikken of zo. De, die boog is misschien iets te lang. Ja, en dat is ook weer met Kang. Welke kant ga je nou op? Ik weet het ook, mijn god, nog steeds niet. Je Ja. Het, is, het, 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 het doet het hem niet helemaal. Ja. Uh, maar daarnaast, ja, prima. Vermakelijk. Uh, het is leuk, popcorn-tv. Dat is het nu. Het is ja. niet dat je denkt van, oh, we gaan even een heel nieuw levend in MCU inblazen. Want dat doet deze serie zeker niet. Nee, nee, nee. Het is ook niet dat ik echt in spanning zit af te wachten wat er nou deze week weer gaat gebeuren. Nee. Maar ik vermaak me er wel mee. Nee, ja, dat, heb ik, dat heb ik ook. Ik weet wel dat... Het schijnt wel, als je echt heel erg into de mcu lore bent, dat je zeker naar de Marvels moet gaan, heb ik uh, vernomen. Maar... Ik weet niet of dit dat ook gaat redden. Dat je nog verder in de lor gaat. Ja. Of, uh... ja, kijk, dat vind ik ook een beetje het lastige van, uh, van, van Loki... om daar nu heel enthousiast over te worden. Van, ja, er kan hier weer iets in gebeuren. Maar ja, dan gebeurt er in een van die 500 andere producties... gebeurt er ook weer iets waardoor dit helemaal insignificant is. Of ja, weet je, wat is nou belangrijk en wat is niet belangrijk? Het is uh, te, te overzadigd. Uh. Ja, maar ik heb ook nog steeds zoiets van... In feite... Hij kon toch ook gewoon zo naar zijn broer teleporteren en om hulp vragen, hoe ben ik nou gek? Um, de, er zit een moment in deze aflevering waar die, waar die er zo controle over krijgt, dat hij in principe overal naartoe kan ja. teleporteren, had ik het idee. Ja. ja, dan denk ik ook van: dan kan je gewoon letterlijk terug ja, ja, in goed. de tijd. Je kan Tony dat, Stark. Je, dat, je, dat je heel de Avengers, in feite. Noem maar lore, hè. Lore ja. technisch. Dat je heel de Avengers hebt die je meehelpen hiermee. Want het gaat echt over een groot probleem. Maar dat kunnen ze niet doen. Hij mag wel zeggen wat het is, hoor. Ja, hij kan uiteindelijk die kan soort van teleporteren naar een tijd die hij zelf kiest. Maar dan gebruikt hij die teleport gebruikt hij om gewoon naar zijn vrienden uit de serie te gaan. In plaats van oh, ja. dat hij denkt van, oh ik ga naar uh, Tony Stark of zo om, om, om hulp te vragen. Wat eigenlijk, ja. als je echt nadenkt, is dat de logische stap? <laughs> ja. Misschien vindt hij dat te confronterend. Nou ja, het ja. wordt niet eens zo benoemd. Ja, dan maak je het misschien ook te ingewikkeld hoor. Maar ja, kijk, dat is het probleem met tijdreizen. En zeker dat hij ook naar verschillende plekken in de tijd kan reizen en verschillende tijdlijnen zelfs van ja je maakt de opties zo eindeloos dat je het eigenlijk nooit goed kan doen. Maar nu hebben we het nee. al over dus die krachten die hij heeft. Maar vanaf het begin heeft hij al zo'n petje en dan kon hij het al doen in feite. Dus het is heel ja. raar. Ja. Ja. Nee, Ze hebben toch pas later uh, soort van toegestaan dat hij daar magie kan gebruiken. Ja, maar hij heeft toch zo'n zo'n pet. Zo'n wat pet. Ja. Daarmee een deur openen naar tijden en plekken dus in, uh, in de wereld. Hij zou al, de al tijd, mensen nou, kunnen ja. fixen. Nee, maar loretechnisch is het er wel. ...laten ze wel steekje vallen zeg maar. Dan hadden ze nog even iets uh, ja, het is lastig. Veel mensen denken daar niet eens over na, nee. denk ik. Ja, de gemiddelde MCU-kijker denk ik uh, niet, maar... Nee. Nee. Ik denk dat het vooral met uh, budget-issues uh, te maken heeft. Ja ja, 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 ja. Ook al heeft deze serie wel aardig wat gekost ja. natuurlijk, maar je maar kan gewoon... Ja, van... Drop it down, the Junior. Hoe, hoe de junior die Ze hebben dat... de laatst wel dus over gehad hè, bij Marvel, blijkbaar. Ja. Zijn de geruchten om de, de Avengers maar weer terug te brengen. Ze hebben een hele aflevering aan uh, oh, echt? Uh, I'm week. sorry. I'm sorry. Ja, en Kevin Feige heeft geloof ik nog uh, gezegd... dat er een project met Scarlett Johansson in ontwikkeling is. Dat is toch en raar? het is niet een nieuwe film van Black Widow. Avengers Assemble. Ja, ik vind het echt... Ik, wat gaat ze dan doen? Oh, misschien wel een, een variant. En dat dat dan weer uit een ander universum is. Dus dan is ze misschien wel Iron Man, Iron Woman. Nou, zou helemaal kunnen. Alles is mogelijk tegenwoordig. Ja, nou. het is... Uh, ik, ik ben... Ik, ja, nou ja, ik zeg het al een jaar, maar ik ben een beetje Marvel moe. Ik weet niet wat... <laughs> uh, ja. Ik zeg het trouwens al langer, al drie jaar volgens mij. Maar Ze is... zitten in een lastig pakket met ja. mij voor een beetje, dat zeker. Um, goed jongens, we gaan het aan het einde van de podcast dus hebben over Attack on Titan. Nu even heel erg kort. Uh, je ziet overal hoge cijfers voorbij komen. Tom en ik vonden het ook fantastisch. Laten we dat alvast zeggen. Um, maar goed, we willen jullie geen spoilers geven als je het ooit nog een keer wil gaan kijken. Ik denk dat Attack on Titan een leuke instap kan zijn als je interesse hebt in, uh, in anime. Of denkt van misschien vind ik het wel leuk. Nou, dan is dit ja. een prima eerste anime om te gaan kijken. Hij is nu dus afgerond. Dus je kunt lekker binge-watchen. Kun je alles zien. Uh, lekker janken met z'n allen. En dan uh, ja, gaan we het zo helemaal spoiler, met spoilers en alles bespreken. Maar ik wilde toch wel even zeggen: voordat iedereen de aflevering afsluit. die het tegenwoordig niet heeft gekeken of het niet interesseert. dat ze denken: van ja, ik weet helemaal nou niks erover. Nee. Je moet wel weten dat het heel goed is. Ja, het is heel goed. Uh, Gaat vooral kijken, inderdaad. Uh, ja, inderdaad, wat jij ook zegt. als je verder niet zoveel met uh, anime hebt, dan is dit wel een mooie instapje. Zeker vanaf het tweede seizoen dan begint het ook echt heel erg vet eruit te zien. Eerste seizoen zit ook al wel wat spektakel in. Uh, maar dan fiets je in principe zo doorheen. Maar zelf klikt het bij mij pas vanaf het tweede seizoen echt. Uh, ja, vooral door hoe het eruit zag. Die eerste, uh, ja, het eerste gedeelte is ook een beetje gemaakt door een andere studio. Um, en daarna wordt het geloof ik overgenomen door Wit Studio, of het eerste is juist gemaakt door Wit Studio. Ja, daar hebben we meer... Mieren... Studio Later ziet gewekt. het er echt uh, gruwelijk vet uit. En dan Meppa is het ook een... Het uh, ja, oh ja, Meppa heeft het uiteindelijk gedaan. Ja. Ja, dat <tie> is echt ook een uh, visueel spektakel. Uh, ja, ik denk dat Jules dit bijvoorbeeld ook heel erg vet gaat vinden. Um, en ook qua verhaallijn zit er zo ontzettend veel diepgang in. Um, en ik denk dat het misschien zelfs de tweede keer dat je het gaat kijken... dat het uh, misschien nog wel vetter is. Ik denk dat het, dat, dat zeker zo is. Als je het de ja. tweede keer kijkt, want hè, de, de serie is zo opgezet dat vanaf aflevering 1 tot het einde, blijft altijd belangrijk. Ja. Er zitten altijd verwijzingen in. Ja, er zitten ook hele einde. goede twists in die je niet zo snel ziet aankomen. Uh, ja, soms heb je wel van die plot twist natuurlijk in films of series... dat je denkt van ja, dit zag echt uh, ja, kilometers van tevoren aankomen. Maar Attack on Titan weet eigenlijk iedere keer wel weer uh, te verrassen. En het knappe is dan dat als ze dan eenmaal onthullen wat de, wat de, ja, wat de plot twist is... Dat je dan achteraf kunt zien van, oh, ik had dit aan kunnen zien komen. Ja. Als ik heel heel, heel goed had opgelet. Ja, dus daar ja, moet je dan heel, wel heel goed opletten. Ja, dat ja, dan dan ja, moet je wel echt uh, briljant zijn, denk ik. Ja. Om dat allemaal uh, ja, op te vallen. Maar daarom is een tweede keer kijken ja. en heel leuk zijn. En ik vind het altijd goed als series helemaal van uh, ja, begin tot eind al van tevoren zijn uitgedacht. Ja. ja bijvoorbeeld bij uh, Mr. Robot, ja, dat maakt die serie juist heel goed. En bij de Leftovers maakt dat die serie juist ook heel goed. Uh, en Attack on Titan is ook zo'n serie die helemaal van begin tot eind is uitgedacht. En daardoor kunnen ze ook ja, aan het begin helemaal verwijzingen uh, ja, maken naar het einde en andersom. Dus dat is heel cool. Maar soms werkt het ook niet, want het lost. Nee, bij Lost wisten ze uiteindelijk, wist hij toch niet helemaal meer hoe hij het moest doen. Maar dat nee, is wel want... een soort van idee volgens mij. En, en dat is, uh, is helemaal. Volgens mij juist het einde is een beetje verpest ook door een uh, soort van schrijverstaking. Oh, ik dacht dat gewoon J.J. Abrams en dat het niet goed had uitgewerkt. Dat het dat, altijd was met Los. Maar... Weet ik niet. Maar waarom ik de Leftovers inderdaad vet vind. En Mr. Robot vet vind. Is ja. ook waarom ik Attack on Titan zo, uh, zo erg kan waarderen. Goed. We gaan aan het einde van de podcast helemaal ontleden. Attack on Titan. Dus dat uh, over een tijdje. En als je daar naartoe uh, wil scrollen of juist niet. Uh, we zetten natuurlijk altijd in de, uh, in de beschrijving van de podcast. De timestamps neer. Dus kun je dat uh, checken. Laten we even het uh, nieuws en zo er eerst bij pakken dan. Heel belangrijk voor ons, denk ik. En ja, voor jullie thuis ook. En uh, natuurlijk voor de mensen die betrokken zijn. Het einde van de staking lijkt in zicht. In ieder geval het tweede deel van de staking. Uh, die met de acteurs. Die met de schrijvers was al afgerond. Die waren tot een deal gekomen. En uh, na 118 dagen is de staking met de acteurs ook ten einde. Zij lijken ook een uh, goede deal te kunnen gaan tekenen. En, ja, uh, dat mooi. Dat betekent dat we weer verder kunnen. Ja, uh, dat betekent, alleen wel dat het de grootste. De grote films moeten die die wachten moeten wel 120 dagen langer opwachten waarschijnlijk die ja je hebt wel een een, een delay ja naja, je, je hebt natuurlijk wel de Engeland mochten ze door gaan met filmen en E 24 vier mochten ook producties maken ja. want die waren gewoon akkoord gegaan met alles maar je hebt wel leegte straks weer eventjes ja ja Om, dat zou... ja is dat echt ja. zo ik denk dat je wel een kleine. Met, met mensen die normaliter gewoon naar de blockbusters gaan, die hebben wel een soort van leegte even tussendoor. Want ik denk dat er ook wel een aantal projecten. Ja, die liggen misschien wel gewoon op de plank, weet je wel. En dan hebben ze misschien ergens nog her en der wat klaar liggen. Juist voor als er zo'n droogte was. Want ja, in de coronaperiode was het natuurlijk ook wat minder. Maar alsnog kwamen toen ook wel goede films uit. Ook daarna nog. Zoals nu zou je eigenlijk de gevolgen moeten merken van de uh, coronaperiode. Maar er blijven nog steeds veel goede films uitkomen. Ja, er zit ook wel wat in. Ja, ik, ben, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe, hoe de komende, als we het zo moeten zeggen, 120 dagen eruit gaan zien, nu voor ons, als ja. kijkers, als consumenten. Ja, er staan wel wat leukere, leuke dingen op zich, volgens mij wel, die er aankomen, nog steeds de komende paar maanden. Um, dus ja, we, we gaan het meemaken of het echt nog een beetje druk blijft. Napoleon, ja, binnenkort. Nou, dat is, ja, leuk? dat is echt al heel binnenkort. Dat is al heel snel, ja. ja dat is heel Joaquin, ja. Eerder maar dan kijk ik niet heel erg uit naar die film. Nou ja, omdat het Joaquin Phoenix is, ben je dan sowieso ja. wel, denk ik, direct een beetje nieuwsgierig. Nee, dat is het, ben nieuwsgierig, maar ik ben nooit zo van de geschiedenis. Dus voor mij is het meer een beetje van. Ah. Oh ja, ik vind het geschiedenis heel erg vet. Dus ja. ik denk dat het bij mij wel gaat klikken. Alleen, het is dan wel gemaakt door Ridley Scott. En ja, Ridley Scott was vroeger heel erg vet. Alleen nu, ja, die mojo is hij toch al wel is... enige jaren kwijt. Uh. Ik, ik verkrijg het een beetje bij James Cameron. Ik vind en James Cameron altijd een beetje... Inderdaad, die hebben een hele grote boom gehad. Maar je weet niet meer zo heel veel wat ze nu doen. Nee, zeker. Ja, juist in de tijden dat ze misschien nog wat kleinere budgetten hadden. Ja, toen wisten ze heel erg te verrassen, weet je wel. Maar nu dat ze, ja, unlimited resources krijgen... Ja, dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Alleen... Ja, het ding is dan nog wel, ja, Joking Phoenix die speelt erin en die levert eigenlijk altijd. Dus in die zin kan het nog wel eens wat worden. En ik vind ook juist puur uh, ja, het thema vind ik wel heel erg vet. Ik hou heel erg van geschiedenis. Maar ook van uh, oorlog. En ja, zeker die periode van Napoleon is best wel interessant. Dus ja misschien, juist omdat het op een waar gebeurt iets gebaseerd is, zou het misschien nog wel wat kunnen worden. In plaats van dat uh, Ridley Scott het helemaal zelf moet bedenken. Nou nee, ja, ik weet niet de laatste was volgens mij een Martian die ik heb gezien van hem, als ik me niet vergis. Was toch heel die, die was nog best goed. Die was oké. Okay, is maar dat nog hem gemaakt? Ik dacht het, maar iemand die maar, ik, zegt van wel. Het is niet om naar huizen over te schrijven. Ik zeg van dit is een van de top 10 van dat jaar, zeg maar. Dat is ook weer niet zo. Het was oké, okay. vermakelijk. Ja. Ja, volgens mij vonden mensen die allemaal best wel leuk over het algemeen. Dus uh, ja, producer. Is oh, producer geweest, dus niet uh, regisseur. Ja. Hoeveel, hoe, hoe, hoe. Maar ja, je weet natuurlijk nooit, kijk, hoeveel die uh, vinger in de pap had daar, zeg maar, als producer. Dat is altijd een beetje het, het nee. geval. Ja. Nee, maar er staat ook regisseur bij. Je. Oh ja. Director ook, weet die Scott, oh Martian. Maar ja, goed. Die maar MPB ja, dat dus is 2015, dus acht jaar geleden. Toen... Dat is wel even geleden, ja. Ik kwam er heel veel ruimtefilms uit dat je, die periode, dat ja. weet ik nog wel. Ja, want toen had je ook net dingen gehad. Interstellar had je het ook net gehad, ja. Had, ja. ja het was echt, Hollywood zag, oh je ja, daar het geld. Dat is weer echt wat we zeggen, cowboys, <laughs> ja. tijdje. En die film, met, is dat ook niet zo'n ruimtefilm met Sandra Bullock? Zo, ja, ja, dat ja, En ah, Clooney. ook weer? En Clooney, ja. Uh, die heb ik ook gezien ja, in Die vond ik ook wel heel vet trouwens, hoor. Ja, die, maar die was wel echt, dat is zat je de hele tijd. dat je had zoiets van, oh, gaan ze het overleven of niet? Ja. Het goede was wel, al die films waren wel goed. Ja. Dus dat uh, hadden ze wel goed gedaan uh, in Hollywood. Ja. ehm hey, um, ja, staking. Uh, er valt niet heel veel meer over te zeggen eigenlijk. Is, we zijn blij dat, het, uh, dat ze tot een goede deal zijn gekomen. En dat uh, volgens mij de acteurs dus blij zijn met uh, wat ze krijgen. Uh, nog even over The Last Airbender, jongens. Dat is uh, nog zo'n uh, serie die er binnenkort aan zit te komen. Maar dan de live-actie-versie waar Netflix mee bezig is. Waar laatst al wat <kwijnt> fotootjes van de set en dergelijke ge 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 ja, gelekt, gewoon Het lijkt je wel wat op One Piece. Wat lijkt op One Piece? Ja, die gewoon foto. puur de hele look en feel van hoe dit eruit ziet. Lijkt heel erg op de One Piece live action. Oh, zo, ja. Ik heb heel erg dezelfde vibe van. Ja, ik denk dat je qua hoe het is gefilmd en, uh, en hoe de set en zo zal misschien best wel wat overheen komen. Ja. Ja. Um, After the Last Air komt het volgend jaar dus naar Netflix uh, in live action. En uh, ik ben vooral benieuwd hoe Appa eruit gaat zien. Want ik denk dat je een CGI-beest als, als Appa, dat kun je best wel makkelijk verpesten, ben ik bang. Ja, hoe die eruit ziet. Want, maar heeft... Op zich ja, op deze poster is het nog niet zo Maar Ja, maar... ik ben vooral voor zijn gezicht ben ik uh, nieuwsgierig hoe ze, dat gaan, uh, ja. hoe ze dat gaan doen. Maar ja, eh, met, ik moet wel zeggen, met Avatar heb ik zoiets van, die ja. animatieserie was zo perfect, wil ik bijna zeggen. Blijf daar gewoon vanaf. Je, je, kunt het, je kunt het niet beter maken. Waarom moet daar nou weer een... een, ja, een... Ja, nou ja, zelf als one piece toch? Ja, maar daar ja, begreep ik het ook niet voor. Zij proberen zouden... een uh, ander publiek aan te spreken die ja, niet zo snel een tekenfilm uh, zou kijken. Ja. Nou, ik vond dit, toen het uitkwam, op Nickelodeon, ja. vond ik het iets te kinderlijk. Dus ik heb dit nooit gekeken. Oh, ik vond het echt fantastisch. Ja, ik heb dit dus heel vaak gekeken, maar ja, puur alleen op Nickelodeon. Waardoor je alles door elkaar heen zag ja. en uiteindelijk niet echt helemaal de echte verhaallijn en Het hadden. is wel ik echt van. de moeite om gewoon de verhaallijn helemaal te volgen. Want zeker in, de, in boek drie... Um, wanneer, het, wanneer het echt richting zo'n conclusie gaat. Ik bedoel, volgens mij heb je Nickelodeon in heel veel boeken 1 en 2 gezien. Dus uh, Waterstam en uh, Steenstam. Ja, volgens mij is het... Klopt dat? Ja, ik denk het wel. En dan is het nog, een beetje, nog steeds een beetje opzet. Maar uiteindelijk gaat dus uiteindelijk richting het eindgevecht tegen Ozai. Ja, nou, daar zitten aan richting het einde zitten zulke vette afleveringen bij. En uh, ja, dan, dan, het wordt eigenlijk alleen maar beter hoe langer de, de serie duurt. Ik, vond, ik heb hem zelfs twee keer helemaal gezien omdat ik het zo goed vond. Vroeger was ik nog zo'n lipo die alles twee Keekje. keer keek, weet je wel. Ja, maar dat um. doe ik ook nog wel eens voor. Een serie een tweede keer kijken. Dat is ook geen probleem. Ja. Nee, maar goed, dit is. Ik wel heb best nog wel een flinke voor te... om dit helemaal te kijken. Maar... Ja, op zich valt het mee. Er zijn iets van uh, nou ja, bijna 70 afleveringen. Maar ja. van hoeveel? 20 minuten per stuk? Ja, 20 minuten ja. per stuk. Oh, dat is wel goed. Ja. Dat is één One Piece Arc. Uh, een kleine One Piece <laughs> Arc is dat inderdaad. Nou ja, als je het zo bekijkt, dan is het niet veel. Maar ja, je ziet gewoon op IMDb afleveringen van 9,9, 9,8. Ja, zeker richting ik. het einde is echt fantastisch. De personages zijn goed uitgewerkt, de relaties ertussen. Ang is echt een fantastische. Die maakt echt een fantastische ontwikkeling door. Zeker richting het einde, ja, gewoon een heel vet opgezet universum. Ja, ik zou echt zeggen, als je het nog nooit helemaal hebt gekeken, is zeker de moeite waard. Ook, uh, ja, ik ben het wel eens. Ik denk dat het eerste seizoen dat je denkt van het is wel redelijk kinderlijk. Nee, um, zeker de, tot de waterstal, maar daarna gaan er echt wat volwassenere thema's. Wordt het avontuur wat groter, komen er echt een beetje mythische wezens langzaam voorbij. Ja, ik vind het zeker wel de moeite om, uh, om het te checken. En ik denk ook als je het nu nog gaat kijken, is het echt fantastisch. Maar ja, ik heb zo'n uh, beetje kinder, uh, kinderliefde nog voor die serie. En dan ja, zo'n live action die kan daar wel eens. Uh... Ga je toch een beetje naar kijken van al met van oh, gaat het wel goed zijn? Nee, precies. Ja, ja. Ik ben benieuwd naar de trailer, denk ik ook. Vooral en nu hebben ze een poster dan uitgebracht, kun je een beetje een indruk krijgen van hoe het eruit ziet. Iedereen ziet je tegenwoordig wel warm te houden met. Ja, er komt binnenkort een trailer over. Ja, we krijgen binnenkort een trailer, dus hier is een poster. Ja. en we hebben nu een teaser voor de trailer. Ja, zo gaat het maar door ik zag dat ook mensen reageren op onze TikTok over uh, GTA 6, weet ja. je wel? Waarom moet er nou een aankondiging komen van de aankondiging? Ik zeg ja, ja dat is uh, wel... zo werkt de wereld tegenwoordig. Mensen een, men is een doen, beetje warm maken, hè? Ja. Nee, het is gewoon om de stopprijzen omhoog te gooien. Ja, het is goed voor de aandacht en ja. de stokprijzen dat uh, sowieso. Ja, gewoon uh, simpelweg uh, een trailer uitbrengen, dat is niet meer in de mode. Nee. Ja, terwijl dat juist uit vroeger was. Dat, ik vond juist de prijsdrops voor altijd het leukste als er iets uit het niets kwam en dat beviel heel goed, zeg maar. Ja, ja zeker. Um, twee trailertjes kwamen oh, deze je week in we Oh, ja, die jongen, zeg We hebben helemaal niet besproken. en Dat viel me zelfs op. We hebben niet besproken dat er een Zelda-film aankomt. Oh, oh ja. nou, ik was hem even uh, Ja, ik was het ook ja. even kwijt. Dus nu is het inderdaad, uh, ik zie in de chat ook dat iemand zegt, uh, Rolo, die zegt, wie moeten Link, Zelda en Ganon gaan spelen? Ja, dat we ah, mooi is dat wij gisteren zeiden van, dat moeten we morgen echt bespreken. Ja. En ik ben het helemaal vergeten in het document. Ja, nou, ik heb ja. al mijn toppick voor Zelda, Anna Taylor-Joy. Ja, maar zij speelt in alles. Ja, maar ze, ze lijkt nee. wel een beetje hoor. Ja, ze lijkt wel nee, Zelda. Geef haar van die elf oren. Ja, ik vind dat wel werken. Maar zij speelt ook al uh, uh, Prince Peach, toch? Of is zij dat niet? Ja, dat is zij ook. Ja, dat kan dus niet. Nee, <laughs> ja, <laughs> nee, kan wel, nee dat kan niet. Ja, in het Marvel-universum zou dat misschien kunnen, maar ja, hier ik vind dat niet kunnen. Ik zei al, Sidney Sweeney als. Uh, Sidney Sweeney? Sidney Sweeney als Zelda. Ja, nou ja, ik zei wel een hele fijne film. Uh, ik, kwam, ik kwam hier een interview tegen, toen vroeg ze. Uh, aan Hunter Schafer, ja zou het niet goed zijn als jij Zelda gaat spelen? Nou, dat zag ze zo. Wie op is Hunter zitten. Schafer? Ja. Van Euphoria. Oh, dat heb jij niet gezien natuurlijk. Nee. Dat houdt voor mij inderdaad. Uh... Hij zei wel, ja. Ze zou het En ook ook ik vind, vind haar ook wel goed passen als uh, Zelda. Ja. Zou ik geen gekke keuze vinden. Voor voor uh, Gannon. Maar ja, waarschijnlijk kiest Nintendo <laughs> weer uh, iemand die uh, ja, totaal niet uh, past. Ik moet even lachen omdat jij zei wie voor Gannon en ik moest direct denken The Rock. De rock. Nee, nee, nee. Ja, dit zou ik goed vinden. Nee, nee, de rock. Nee, nee, Ik, ik haat er wel. Met Mikkelsen misschien wel als Gannon. Oeh, dat zou wel heel ziek zijn, ja. Maar ik moet, met Gannon moet je echt wel een buffel hebben. Ja, dat is waar, ja. Hoe heet Jason de, Momoa? Hoe heet die Gast ook weer? Ja, ja. ja, die zou ook wel. Die is best wel een goede acteur, nog uiteindelijk. Ja, dat zou ik Jason Momoa op zich ook Ook wel. Ja, die zou ook wel kunnen. En die heeft, Gannon heeft ook een beetje lang haar, toch? Ja, zo ja, van die, lange ja. Haar. Sommige adaptaties ja, wel, ja. ja. Zien natuurlijk ook alweer altijd, altijd anders uit ik zou het mooiste vinden al krijg je de echte uh, de piggenen zeg maar die een super Nintendo versie altijd als een varkje uitzag dan krijg je die genen ja, maar dat is ook al Mario maakt een beetje grapjes ook en verwijzingen naar bepaalde Mario games maar ik heb het idee dat die Zelda live action dat moet wel echt iets meer een serieuzere toon krijgen ja maar vooral hoe wil je dit verhaal gaan vertellen omdat het een verhaal is wat in feite over reïncarnaties ook ja. gaat elke keer en Link kan niet praten nee ja <laughs> is... gewoon een mute film wie gaat Link spelen en gaat Link überhaupt praten ik denk dat of Link doet wel, zo wel praten. Praat? Nou, als de ja. Butler, dan hoeft hij niet meer zijn stem te. Uh, hè? Want die, wat, die gast is toch hier? Heeft zijn familie niet gesproken of zo? Omdat hij zo met het ging op uh, Elvis. Dus ja, dat is weet dit ik... wel makkelijker. Dan kan hij nog even langs zijn familie gaan. Dan hoeft hij gewoon niks te zeggen. Ja. <laughs> ja wie, wie moet Link gaan spelen? Ja, Link vind ik wel echt een moeilijke oprecht hoor. Ja, het eerste wat je te binnen schiet is Tom Holland of zo. Ja, maar die wil ik niet. Als, ik zie die niet als Link. Daar moet ik heel eerlijk mee zijn. Ik heb mm, ook die fanart nee. gezien van mensen die het hebben geprobeerd te maken. Oh, echt? Maar het, het ja. deed me gewoon niet veel oprecht. Ja. Mm. Yeah. Timothy Shellemei. Nou, nee, dat ga ik dan ga ik meenemen. kijken. <laughs> Dingdong. Uh, die film is. Uh, okay, ja, je this de this voelt het aankomen this. dat het wel zo, zo, zo iemand zou ja. zijn. Als ze dan, een... dan ook al Chris Pratt zou pakken voor Mario, weet je wel. Ja. Dat is de geen cosling worden. <laughs> je moet wel een beetje een klein iemand zijn. <laughs> The Rock is Link. <laughs> <Ja>. <laughs> een, een klein iemand. Dan een, dan een klein jurkje, de jurkje de aan. De ja. rock in de jurkje. Pieter Dinklage. <laughs> oh ja, dat kan <laughs> ook nog. Hij ja, is een young Link zeg maar. <laughs> Young Link, Pieter Ja, nee, Die kan wel zo'n... Uh, hoe, hoe heet zo'n beest ook weer? Die altijd onder de steen vandaan haalt in uh, Zelda. Onder de steen, zo'n zo korok. Uh, ja, korok. <laughs> Pieter Dinkletje kan wel een korok spelen. <laughs> dat je zijn poep moet zoeken. <laughs> ja, nee, maar moet zijn poep zoeken. <laughs> nee, ik denk wel dat als ze dit doen... Dat ik, ik denk wel dat ze een Breath of de Wild gaan pakken. Dat, is wel, dat vind ik wel iets wat... Zich denk ik wel uitleent. Of, of, of... Ja, of gewoon een uniek verhaal. Dat zou me ook niet verbazen. Het zou zo zuur zijn. Hebben ja, ja, ze met Uncharted Majoris, het ook gedaan? Met George was ook heel goed. En er is ook een ja, producer van Uncharted. Die werkt dus ook weer aan deze film mee. Ja, dat moet ik wel zeggen. Inderdaad, achter de schermen vind ik wel. Ik vind het niet heel. Uh, dat belooft weinig goed hoor. Het belooft weinig goed wie er allemaal werkt. Dat Sony de koop. De, met, met de Nintendo de op gaat pakken. En dat ook nog een, iemand van Venom. die aan Venom werkte. gaat ook weer hier aan werken. Ja, maar had wel een goede film gemaakt ook. Welke um, film was dat nou? Want ik heb dit gelezen. Ik kom, kom er even niet op. Maar had ook wel een goede film. Oké, okay, ik wou het zeggen. Want dan is het zo. weer... Ja, weet je. Je denkt toch weer... Je, je krijgt wel een lichte angst of zo. Ja, zo, ik weet niet. gaan ze dit wel goed aanpakken? Ja, nou ja, we hadden het net over Avatar. Zei ik eigenlijk hetzelfde. Met Zelda heb ik ook zoiets van... Ja, moet je dit nou wel willen? Ik bedoel, bij Mario heeft het goed uitgepakt, de animatie. Maar... Ja, Ook het live action maken ervan. Dat, dan maak je het jezelf nog extra moeilijk. Had het niet gewoon beter geweest als dit een animatiefilm gebleven, net ja, als Mario. Dat, je ik gewoon denk een, het wel. dat Nintendo gewoon zijn eigen Cinematic Universe zou kunnen hebben in feite uh, qua animatie. Ja. Dat je dan uiteindelijk uh, gaat naar een Mario Kart-achtige film of een Smash bros achtige film. Ja, misschien wel. Ja. Ik, 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 ik had het niet live action gedaan, denk ik. Maar goed, ze zullen het wel uh, goed over nagedacht hebben. Ja, ik, ik zie hem ook al iemand in zo'n groen pakje met een zwaard rennen. Nee, ja. Of ja, in de Breath of the Wild, een blauwe. Misschien pakken ze Breath of the Wild trouwens wel omdat het gewoon een rete populaire game was. Ja. Maar goed, Twilight Princess is natuurlijk ook fantastisch. George Mask. Maar goed, dat leent zich vooral voor gaming heel goed. Ja, Twilight Princess zou wel heel raar... Voor... Kijk, je moet eigenlijk beginnen met een... Uh, is die 1,64 ook alweer? Uh, de Ocarina of Time. Of... Bird of the Wild-achtig verhaal, denk ik. En dat je dan daarna een raarder uitstapje kan maken... naar een Majora's Mask of een... Ja. Of een, ja. uh, een Twilight Princess, zeg maar. Om het zo te zeggen. moet gewoon één groot avontuur worden. Ja, ik, ik, ik heb wel mijn bedenking inderdaad. Ik denk dat dit animatie beter was. Ja. Dit had zich beter uittrekken. Ja, animatie. maar ik vind het ook wel interessant juist weer... dat ze de stap maken naar live action. Juist omdat je benieuwd bent van... wat gaat daar uitkomen als Nintendo ja. dat gaat doen. Nou, en als dit echt een succes gaat worden... dan ga je ja. natuurlijk ook denken... De Super Nintendo World die ze al hebben in Japan. Gaat daar nog een, 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 een Zelda-kasteeltje uh, komen of zo? En nog ja, een kleine. Dat, dat is wel moeten. leuk allemaal. Dat, natuurlijk. dat is al gepland. <laughs> daar kijk ik wel naar uit, naar dat soort dingen dan, weet je wel? Ja. Goed. Maar goed, ja, dit is uh, heel interessant. Ik zag uh, Sven nog uh, in de uh, Twitch-chat. Die kwam een uh, meme tegen dat Nathan Fielder misschien een Link moet gaan spelen. Ja, het zou wel goed passen, <laughs> ja. Een hele awkward Link. Die zou ook gewoon niet zoveel kunnen zeggen nee. dan in de film. Dat zou toch heel raar kijken, heel tijd met zijn ogen. Goed jongens, dat is wel goed dat we die nog even erbij hebben gepakt. Zeker. Uh, nog even kort twee trailers dus die uit zijn. Kijk ze vooral thuis ook even. Maar hebben jullie iets met die Planet of the Apes films? Nee. Uh, uh, ik heb de eerste twee gezien, denk ik. Die maar, vond ik wel heel vet. Maar daarna ben ik het toch een beetje uit het oog verloren. Maar zijn de eerste twee dan, bedoel je dan die van de jaren zeventig? Nee, 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 van de nieuwe race. Ja, uh, precies. Met James Dit is alweer vier of zo, denk ik. Ongeveer wel, denk ik. Ja, vier of misschien wel vijfde zelfs. Hij heet Kingdom of the Planet of the Apes. De teaser trailer is uh, sinds zes dagen uh, beschikbaar. Is nu al vijf miljoen keer bekeken. Dus er uh, is zeker wel wat aandacht voor. Zo. En uh, ja, maar hij heeft volgens mij ook best wel uh, populaire films inmiddels. Ja, dat zou ik wel aanraden hoor. Het zijn best goede films. Ja. Nou, ik heb ze zelf dus nog, nog niet gezien. Dus ik ben blij dat jullie het in ieder geval uh, iets van hebben gezien. Maar ik zie wel eens clipjes op TikTok en dergelijke voorbij komen van mensen die het echt helemaal fantastisch vinden. Ja, misschien moet ik het wel, uh, moet wel op het lijstje komen te staan. Ja, uh, ik... ik, ik uh, nee, ja, ik zit hier nou niet echt op te wachten. Als ik heel... Maar Planet of the is ook met de franchise die me erg heeft aangesproken, hoor. moet ik ook erbij zeggen. Disney Plus, kun je dat kijken. Ja, de James de Franco oude, film? De oude, ja, de James Franco film, zeker. Priemig. Maar goed, uh, ik moet zeggen, die nieuwe trailer, ik had, ik had hem even gekeken vanochtend. En ik dacht van ja, oké, okay. ziet er wel echt heel erg vet uit. En ik weet dat mensen die uh, die franchise fantastisch vinden, die gaan echt, uh, ja, die gaan echt helemaal gekker. Hè? Hierop, je ziet ook die YouTube comments, die zijn... Uh, ja, die zijn al helemaal aan het speculeren wat ze te zien gaan krijgen. Dus, maar uh... ik vond juist die oude films heel vet, omdat die kostuums er gewoon zo raar uitzagen van die mensen die dan in zo'n pak zaten met zo'n apengezicht. Ja. Dat zag er gewoon echt als een soort van terror horror <laughs> uit. En dat vond ik juist heel vet. En dan vind ik het wel weer jammer dat het nu allemaal CGI is, zeg maar. Daarom ben ik misschien iets minder van de nieuwe films. Het ziet er wel heel goed uit, dat moet ja? ik wel zeggen. Ja. Je ziet echt bijna niet dat het uh, CGI is. Goed, nog een tandje die deze week is uitgekomen van Ghostbusters Frozen Empire. Eigenlijk is het een teaser. Dat is ook weer zo gek. Een teaser van twee minuten. Dit is een lange teaser. Ja. Ja, gewoon uh, we hebben laatste, wat is het, vorig jaar, twee jaar geleden. Ik heb die review nog gedaan van die Ghostbusters film. Uh, ja, een soort heropleving van de franchise. En er komt nu gewoon weer een nieuw deel van. Het eerste deel heeft dus goed genoeg gescoord om er nog één te maken. En deze heet Frozen Empire. Ik moet zeggen dat uh, nou, het eerste deel van de. Ja, van de revamp vond ik eigenlijk best wel vermakelijk. En ik weet dat, uh, dat een aantal Ghostbusters fans in onze Discord. Uh, die uh, ja, vroeger die film zo warm had, hard hebben toegedragen. Dat die het ook eigenlijk wel heel erg leuk vonden. Dus ja, ik, hier kijken vast wel weer heel veel mensen naar uit. Ik denk vooral uh, oudere fans van de franchise. Die, uh, die echt helemaal gek gaan hierop. Nou, ik, ik moet blij... zeggen dat ik niet per se sta te springen om dit te kijken. Maar het is wel vet denk nee, ik. Ik ben blij dat er nu dus voor deze franchise. Eigenlijk een reboot is die wel werkt. Ja, maar je had natuurlijk eerst de vrouwelijke Ghostbusters met uh, dat, dat, dat was echt enorm geflopt. Ja, heel raar dat dat niet werkte. <laughs> maar dat ze nu dan dit, dit doen en dat het wel een soort van... Nou, kijk, ik vind nog steeds... Ja, het is iets te kinderlijk voor mij. Ja. Dat ja. moet ik wel erbij zeggen. Ik ga dit niet kijken. Ik Kijk, heb ook het eerste deel niet gekeken. Nou ja, in het eerste deel was het ook vooral van dat de, de acteurs van vroeger... die kwamen erin terug en die speelden een heel belangrijke rol. Maar nu gaat het steeds meer gaan ze natuurlijk die overdracht maken... naar die, naar die kids ja. die erbij betrokken waren. Dus ja, dan wordt het wel weer een beetje een kinderfilm. Uh, nu worden die kids ook wel snel volwassen. Zo'n Finn Wolfhard, die is ook al wel redelijk oud nu. Ja, ja dat is waar, ja. ja. Dat is ook niet meer uh, ja, die je uit het eerste seizoen Stranger Things, zeg maar. Ja. Uh, en de Ecto One komt weer voorbij, de auto van de Ghostbusters. Nou, dat is uh, helemaal, helemaal leuk natuurlijk. Ja, want dat zag ik laatst toevallig op TikTok. Ik denk echt een half jaar geleden was het al alles om gespot. Echt? Hij zat ook in, ja. de, hij zat ook in de eerste film nog. Nee, maar als in in het openbaar. Dus oh, waarom okay. draaien? Over oh, In het in het, dat was wel grappig om te zien. Ja, gruwelijk. Nou goed, jongens, als je die trailers nog wil checken, check ze rustig op YouTube. Uh... En uh, dan gaan wij denk ik hebben over Tech on Titan. Nog een ja, echt tussendoor heel snel. zit, zit Paul Rudd ook in uh, dit. Weer? Ja. Oh, Oké, okay, ja. Dus de, dat de is uh, een van de meest positieve dingen denk ik. De Rudd-fans die kunnen hun hart ophalen. Oftewel Tom. Ja. Ja, best, ja nee, ooit. Ja. ja. Nou, hij was te Nee, dat is een beetje gechatseerd. Maar beetje. hij, hij uh, maakt leuke comedy-films. Oké. Okay. Dan gaan wij het hebben over Tech on Titan. Ik weet niet wil je erbij even zitten, sure, of we erbij blijven zitten, Sjoer, of ga je roken? Ehm. Blijf er in. Tijd blijft er wel bij zitten, maar niet heel vaak. Oké. We gaan het hebben over Tech on Titan. Dus als je niet gespeeld te worden en je denkt, ik ga ooit nog kijken, zet hem nu op pauze. Want uh, Tom en ik gaan uh, volledig uh, het, het, ja, de serie en het, de allerlaatste aflevering bespreken. Even voor de duidelijkheid: de laatste aflevering duurt dus, uh, ja, wat is het, anderhalf uur? Um, ja. Een uur wat... en 26 minuten, geloof ik. Ja, en uh, een aantal maanden geleden hebben we ook al een aflevering gehad van anderhalf uur. En dat moet eigenlijk het, uh, het echte einde inluiden. Um, Even om te beginnen, Tom, wat vond je in het algemeen van deze laatste aflevering? Um, op het begin dacht ik, is dit het nou? Maar nu denk ik, ja, het was toch wel heel goed. Ja, en hoe komt dat dan? Uh, ja, toch een beetje alles op je in laten werken. En ja, misschien ook uh, juist omdat je een beetje in een uh, zwart gat bent uh, gevallen. Uh, en omdat ik vooraf misschien wat andere verwachtingen had, juist ook door die eerste special. Uh, ja, die was heel erg actie. En dit was vooral uh, dingen betekenis geven. Er zat ook wel wat actie in. Uh, maar ik had misschien nog wel wat meer actie verwacht in deze special. Ja. Um, ik vond ook het dat hele vette actiescenes. Uh, eentje met Levi die als een gek de keer ging. Ja. Mikasa die werd geslingerd Mikasa. door... Uh, <laughs> die werd geslingerd over die battlefield heen, was echt heel erg vet. Maar het ging, heel, het was inderdaad heel erg belangrijk om uh, alle eindjes aan elkaar te knopen en een soort rond verhaal te maken. Ja. Um, dus in, da in dat opzicht had ik ook iets andere verwachtingen. Wat bij mij denk ik ook heeft meegespeeld is dat er zo lang zat tussen de afleveringen dat, dat je er niet meer helemaal in zat. Ja. Toen je dit begon met kijken en ik merk als ik nu beelden aan het terugkijken ben uh, en nu weer alles zie, dan zit ik er weer wat meer ja. in en dan ja. Ik denk ook al hadden ze uh, ja, die Special 1 en Special 2 samengevoegd en dan hadden uitgebracht als één film, echt, en dan ja, net uitgebracht naar ja, wat we eerder allemaal hebben gezien, dan hadden de mensen het nog echt veel vetter gevonden dan dat ze het nu vinden. Ja, 100% denk ik ook. Ik heb het zelf ook niet op het meest ideale moment gekeken. Ik was bijna twee dagen wakker en toen dacht ik van ik moet nog even Take on Titan kijken. Ja, misschien nog kleine rewatch dan. Ja, ik heb, ik heb zeker zin in een rewatch. Ik zou zo heel de serie nog een keer kunnen kijken. Ja. Um, maar goed, wat, wat de laatste aflevering echt heel knap doet... is gewoon elk personage even langsgaan. Iedereen belangrijk maken of iedereen zijn verhaal... Die, van wie je het wil afronden, een soort afronding ja. krijgt. En, um, ja, ja. dat mis je soms wel in bepaalde series. Dan denk je van, oh, maar wat zijn nou de antwoorden hier en hierop? Terwijl hier worden heel erg goed alle losse eindjes... die worden wel aan elkaar geknoopt. Ja, dat is wel knap hoor, dat ze dat doen. Ja, nou ja, uiteindelijk was, uh, nou ja, kom je op een punt dat 80% van de, van de bevolking is uitgemoord. Ja. Door uh, Aaron die uh, op een rampage gaat, als het ware. Rumbling. Rumbling. Ja, de rumbling. Um, en daardoor was het misschien ook makkelijk om, uh, om een paar personages nog over te laten op een klein stuk. En uh, deze dan wat uit te lichten. Um, maar ja, echt uh, fantastisch gedaan. Um, even in details te treden. Um, Attack on Titan draait er eigenlijk om dat... Uh, jij zei het toen dus straks al even, dat alles rond is. Van aflevering 1 ja. tot letterlijk de allerlaatste seconde. Alles is met elkaar verbonden. En dat is hetgene wat ik zo magisch en vet vind aan, aan deze serie. Wat Mr. Robot ook heel goed kan bijvoorbeeld. Um, de, de, de allereerste aflevering opent bijvoorbeeld dat Erin wakker wordt terwijl hij ligt te slapen bij een boom. Uh, en, en hij begint te huilen. Dus en Mikasa staat dan ja. bij hem en denkt van... Oh, wat, waarom moet je huilen? Wat heb je gedroomd? En uh, nou, hij zegt het niet echt, want... Uh, en je komt er eigenlijk niet echt achter wat hij op dat moment heeft gedroomd. En als kijker vergeet je dat dan ook, weet je wel? Van oké, okay, ja, hij heeft gehuild. Oké, okay, prima. Maar zelf weet hij dat op dat moment dan ook nog niet echt. Nee, hij heeft wel wat gezien, waardoor hij dus heel emotioneel is. Maar hij denkt, oh, het is een droom en hij wijft het een beetje weg. Ja. Nu helemaal in de allerlaatste aflevering leer je dus dat... Uh, Eren in de toekomst heeft zeg maar bepaalde... Uh, dingen die gebeuren heeft hij naar zichzelf van vroeger gestuurd als het ware dat soort krachten heeft hij en daarom heeft hij ja om een soort van waarschuwingen te geven of bepaalde dingen uh, in te praten en uh, ja klinkt, mag ik even het klinkt een beetje in de uh, nou dat heeft wel wat van weg denk ja. ik heel kort door de bocht heeft het daar wel wat van weg ja zeg maar hoe de manier hoe het hoe het komt dat hij dat kan doen dat is niet hetzelfde maar ja het, uh, het heeft er wel wat van weg uh, maar ook bijvoorbeeld dat, dat Mikasa daar dan lang haar heeft en dat uh, dat, dat ook belangrijk is voor hem. Dat komt er ook weer terug in de laatste aflevering. Um, ik vind sowieso de hele de lore daarachter. Dat, dat, ja. Daar moet je echt heel goed voor opletten om alles mee te kunnen pakken. Dan moet je misschien een YouTube videootje voor kijken om even te begrijpen hoe alles in elkaar zit. Maar ik vind het zo goed verzonnen. Um, want ja, wie is Erwin is nou goed of slecht? Ja of nee? Daar kun je over nadenken. <laughs> uh, ja. Ja. Nou ja. Zij hebben 80% van de mensheid uitgemoord. Ja. Nou, ja, ja, dus die denk ik niet goed. Nee. Nee. Maar ja, de reden waarom hij dat doet is dan weer uh, om, om zijn vrienden nog een beetje een normaal leven te gunnen. Ja, om daar dan 80% van de mensheid voor uit te moorden, dan uh, kun je vaststellen kun je dat. Uh, Kijk, je hebt, je hebt zeg maar die twee uh, groeperingen in de wereld. Zij hebben altijd gevangen gezeten op dat eiland. zij hadden daar uh, die tijdenkrachten, krachten die, die ja. zijn daar ook een beetje ontstaan. Of ja, die zijn daar ontstaan bij, bij die boom. Die boom ja. is heel belangrijk. Um, en je hebt dus de mensen sort in. Een tree of Life. Ja, je hebt soort die, die mensen in Marley. En die mensen die willen eigenlijk altijd die mensen op dat eiland uitmoorden. Maar ja, uiteindelijk vindt Aaron dus de kracht. En dan is het zo van ja, of, of ik pak hun, of zij pakken ons. Zo ziet hij het een beetje. Ja en uiteindelijk, ja, Zij zijn het. eigenlijk een beetje de onderdrukte. Ja, zij worden onderdrukt en dan uh, vindt hij de kracht. En ja, in principe is het gewoon een kind die in zijn woede ja. dan uiteindelijk gewoon helemaal uh, over de schreef gaat, wat dat betreft. Uh, maar op een gegeven moment besluit hij ook, nu is het genoeg. Als het ja, ja, denk, ik, ik ga niet naar 81, ik houd wel op 80. Ja, als ja. dat is, 80 is ja. wat ik denk ik. Hij, ja. hij had ook 100% makkelijk kunnen ja, doen. Hij dacht, 79 ja. was nog net niet genoeg. Ja. Er zit een moment ook in dit gevecht dat hij gewoon letterlijk stopt. En denkt van oké, okay, dit is genoeg. En dan zie uh, je ziet ziek die komt zo uit, ja. dat, uit die botten. En ziek die zwaait ook zo naar Levi. Van hoi Levi, je mag me nu vermoorden. En als ziek dood is, dan is, is Aaron die verbinding kwijt. Met, met een royalty, waardoor hij de rumbling kan, kan volhouden en starten. Dus ja. hij zit zo te zwaaien van, ja, nu mag je me vermoorden. En liever ja. doet hij dat ook niet, daarom heeft hij zijn ogen dicht. Ja. Maar Levi die komt dan aanvliegen en wauw. Ja, dat is wel echt een heel vet moment. Heel vet moment. En dan stopt het ook. Maar dat vind ik dus die, die mooie tweestrijd van, oké, okay, hij, hij doet dit. En nou, de reden waarom hij dit allemaal doet, kunnen we het zo nog over hebben. Maar uiteindelijk dan um, is Eren die, 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 die er een, die snapt een soort van uit en dan leer je van dat hij eigenlijk dit ook niet wilde doen soort van, maar dat hij soort van heeft gezien van oh dit is gewoon dit was mijn lot, dit is wat ik heb moeten doen, want hè, er zit een moment in de serie dan raakt hij historia aan en vanaf dat moment ja. verandert hij volledig, gewoon zijn hele persoonlijkheid is weg, um, er komt erin, er zit geen emotie meer in hem en dat komt omdat hij op dat moment ziet van dit is wat er ooit is gebeurd en ooit nog gaat gebeuren in de wereld, dus hij ziet al het dood en verderf alle ellende ziet hij hij ziet wat er uh, met zijn vrienden met zijn familie gebeurt ja en, en wat hij zelf moet gaan doen en wat zeg hij maar, zelf moet gaan doen hij zegt doelen ja, te bereiken ja, ja hij denkt gewoon oké okay, ik moet dit gaan doen en hij wil dat eigenlijk ook niet doen hij wil niet al die mensen uitmoorden want dat zit niet in hem maar hij moet dit doen zo voelt het voor hem Ja, uiteindelijk doet hij dat dan en helemaal aan het einde merk je dan ook gewoon dat hij ja zit te huilen van ik wil dit niet doen um, en dat hij bijvoorbeeld als een vrienden uh, een momentje apart heeft genomen want hij is uiteindelijk zo krachtig wezen geworden. dat hij een soort van mensen mee kan nemen. naar een soort droomstand. Um, en dan heeft hij. Uh, um, ja, iedereen. Dat laten ze ook allemaal zien in deze aflevering. Dat zijn eigenlijk de meest emotionele momenten. Uh, ook met Armin, dat was dan zijn beste maat altijd. Um, maar ook dat soort dingen. zoals op het begin in die eerste aflevering. dan rennen ze allemaal naar een boom toe. Ja. En dat betekent dan weer. Uh, nou ja, wie uiteindelijk als eerste doodgaat. Aaron uh, die bereikt dan als eerste die boom. en. Nou ja, uh, dat zie je dan ook weer terug in die allerlaatste aflevering. En helemaal op het begin dan... Wat ook wel grappig is, dan vindt uh, Mikasa die vindt een soort van bitspring aan. En dat heeft dan ook weer betekenis. Uh, want een bitspringaan aan, die vermoordt altijd de eigen partner. En Mikasa is uiteindelijk degene die uh, Aaron moet vermoorden. Ja, dus er zit een aflevering 1. En dat zit dan ook oh, in het okay, einde. Dus ja. daar hebben ze dan over nagedacht. Maar die, die boom komt best wel vaak terug. Ook in artwork en zo. En het is altijd die volgorde dat ze naar de boom rennen. Altijd Aaron, Mikasa... Armen en die, die, in die volgorde gaan ze uiteindelijk ook allemaal dood. Ja, het zijn van die details, daar, daar hou ik wel van, als dat erin zit. Um, maar goed, hij neemt dus iedereen mee naar die droomstand. En dan is het dus ook zo dat. Ja, dat zijn een beetje details, dat is natuurlijk zelfverzonnen. Maar dat een akkerman, die kun je niet het geheugen afnemen. Daar zijn zij te sterk voor. Dat is nog steeds een beetje mysterieus waarom een akkerman nou speciaal is. Maar van ja, een... dat, dat is eigenlijk het enige wat het soort van niet is uh, uitgelegd. Nee, dat is eigenlijk. op zich wel jammer. Waarom is een akkerman speciaal nog, ja, er zijn nog wel wat specials, geloof ik. over Er is ook nog een special over Levi, die schijnt ook wel heel goed te zijn. Die moet ik nog wel kijken, dus die ga ik sowieso nog wel checken. Ja, maar dan heeft hij dus uiteindelijk een moment dat hij, dat hij, uh, dat hij besluit van oké, okay, of nee, dat, dat hij wordt onthoofd, dat is het moment dat iedereen zijn geheugen terugkrijgt. Dus hij gaat dood, iedereen is daar al emotioneel over, dan krijgt iedereen met wie hij een afspraak heeft gemaakt, of in die droomwereld is geweest, die krijgt hun geheugen terug. En dan... Um, ja, nog emotionele natuurlijk: iedereen allemaal janken, beste vriend kwijt. Helemaal zielig. Maar ja, en dan pakt hij dus een moment om dan met. Uh met uh, Mikasa nog naar de droomwereld te gaan, want haar geheugen kon die niet wissen. Nou, en dat is echt Janken. Ja. Dat He, is nou, echt heb janken. je ook een traantje gelaten. Ik heb geen traantje gelaten, ja. nee, maar ik heb mensen echt op, op TikTok. <laughs> ik... <laughs> dat was echt hilarisch. Nee, moet maar, je echt, maar even opzoeken. echt niet normaal, maar gewoon echt krokodillentranen... gewoon echt een emmer water kun je vullen. Ja. Jezus. En meer ook dat ook die uh, droomstand met Armin dat ze een soort van afscheid van elkaar nemen. ...dacht ik bijna even dat ze gingen zoenen trouwens. Dat was even een, een sus momentje. Ja, daar had ik heel van in. Maar daar zag ik mensen op TikTok ook nog over... ...dat okay. ze zaten zo diep in elkaars ogen te kijken... ...dat je dacht van... Uh... <laughs> ja, dat is dan misschien toch een beetje de anime-dramatisering. Ja. Uh... ja, maar goed, dat met Mikasa was echt... Uh... Nou, wat, ...wat ze doen is... Uh... ...hij neemt haar soort van mee naar een hutje op de hei... ...en dat is altijd... ...ja, dat, ja, dat uh, klinkt heel stom. Het, ja. Nou Kijk, zij is opgegroeid in een huisje... ...ver weg van de, van de civilization. Daar voelde ze zich altijd veilig... Uiteindelijk heeft hij haar daar gered. En wat hij toen heeft gedaan... Is, want zij zat helemaal koud te bibberen en zo. En, uh, want er waren een soort dieven in haar huis gekomen. En hij en zijn vader hadden haar gered. En wat geeft hij haar? Hij geeft haar een rode sjaal. Zodat ze even lekker warm en zich veilig voelde. Nou, emo natuurlijk dat die rode sjaal al vier seizoenen terugkomt. Uh, en zelfs in de post-credits heeft ze nog steeds... Als zijn oude oma is, die rode sjaal om. Uh, allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk... Um, ja, zit er ook nog symboliek in dat hij... In die droomwereld zit hij met kort haar. Dat was nog de oude Erin, zeg maar. Dat, en dan ah, zegt hij ook weer tegen haar. Hey, je hebt weer lang haar. En bla, bla, bla Omdat haar haar was. was toen ook weer kort. Er zit heel veel symboliek in. Maar goed, uiteindelijk, uh, nou, dikke knuffel. En, en het beetje het zieke is. Zieke. Dat, um, zieke. Nou, toevallig. Dat, zij hakt zijn hoofd eraf, zeg maar. Um, maar zij, geef, zij begint dan te zoenen met dat afgehakte hoofd. Dat klinkt wel, uh, <laughs> dat als, klinkt redelijk goed. Ik had eerst, ik zei echt zo, what the fuck. Maar dan zie ik dus mensen weer erop reageren van ja, blijkbaar is het zo dat een afgehakt hoofd nog 25 à 30 seconden uh, dingen kan voelen. Dus dan gingen mensen dus weer daarover zitten janken. Ja, omdat, het bewustzijn zeg maar. Dat, ja, dat, ja. dat het hoofd nog dat bewustzijn er, heeft. Ja, ja. Dus ja. dat, dat Erin dat nog steeds heeft gevoeld. Ook al was hij bij wijze van spreken wel al dood. Waarom is zijn um, hoofd eraf gehouden? Om, dat, ja, om, de, om alles te stoppen om alles te stoppen. Hij heeft ah, zeg maar, okay, ja, ja. De, de Titans zijn gecreëerd door een bepaalde parasiet. En die parasiet die heeft zich uiteindelijk aan Ern gehecht. Um, en je hebt ook nog die Imir meid. Ja, Imir is eigenlijk uh, de, de creator van de Titans. Alleen ja. in de laatste aflevering wordt dan een soort van uh, ja, als, afgebeeld als een parasiet. Maar eigenlijk is dat een soort van meisje. Ja, die parasiet heeft zich aan haar gehecht. Zo is zij aan. Uh, dat is toen met King Fritz. Is zij toen naar die boom weggerend. Toen moest ze wegrennen voor die bandieten. Toen is zij weggerend naar die boom. En daar zat die parasiet. En die heeft ja, een soort van. Uh, ja, uh, ja, vies ja, een soort van. Ja, zo'n duizendpoot-viesbeest. Ja, heel vies beest. Uiteindelijk komt die ook uh, naar voren. Maar goed, uh, waarom hakte hij haar hij, li hij liet dat gebeuren, zeg maar. Oh, hij wist okay. dat dit moest gebeuren. Hij wist dat zij degene moest zijn die hem ging vermoorden. Uh, want ja, dat had hij al gezien. Dus je hebt ook gewoon zo'n moment in het gevecht dat hij, dat hij stopt, soort half met vechten. Ze blazen zo zijn mond open, want hij zit in dat hoofd van die, van die tijden waar hij in zit. En hij kijkt haar gewoon zo aan van, ja, kom maar, doe het maar. En dan hakt ze zijn hoofd eraf, ja. Het is echt uh, eigenlijk insane ook als je het zo even navertelt hoe het is gebeurd. Maar ja, het blijft natuurlijk fantasy, hè. Dus, uh... Ja, ik moet eens zeggen, die, je had het net over die, uh, die grote duizendpoot. Die komt uiteindelijk ook tevoorschijn. Ja. Dat de Reiner zo één tegen één tegen die duizendpoot ging... Zo van, uh, kom maar op en dat hij hem zo tegen ging houden, ja. Dat vond ik ook echt een heel kikke moment. Dat was echt een soort van King Kong tegen T-Rex. Ja. Een beetje echt een heel vet gevecht. Ja, sowieso, die personages zijn eigenlijk ook allemaal gewoon uh, superhelden op hun op eigen manier. Ja. Echt. Uh, nou ja, zo worden, zo worden ze ook gemaakt, hè? want ja. het doel van Eren is om hun helden te maken, uh, zodat zij niet meer worden verafschuwd uh, ja, door, die, uh, beset, of ja, door die onderdrukkers eigenlijk, ja. van Marley. Hij weet gewoon van, oké, okay, ik moet iets heel ergs gaan doen, maar ik wil ervoor zorgen dat mijn vrienden in ieder geval in een positief daglicht staan. Dus ik laat hen mij verslaan en dan, uh, dus dan, zijn dus, zij redders, zeg maar. dan zijn zij de redders, zeg. Dan zijn zij de redders en dan hoopt hij weer voor in ieder geval een aantal jaren een soort vrede in de wereld te creëren. Nou, dat lukt dan. Dat zie je dan in soort van in de post credits dat er ja. heel veel jaren geen oorlog is, want ze in de post credits zie je gewoon die boom. Nou, dan zie je eerst bijvoorbeeld al zijn vrienden voorbij komen die hem herdenken bij zijn graf. Ze hebben hem begraven bij die boom. Uh, dan zie je bijvoorbeeld hè, Mikasa voorbij komen. Is nog een theorie dat zij is uh, getrouwd en kinderen heeft met Jean. Maar daar is niet iedereen het over eens. Niet iedereen mee eens. Mikasa is er ook dood? Nee, ze Uit is niet dood. Oh. Zij vermoordt hem en zij kust nou ja, hem. Uiteindelijk vanwege ouderdom. O, o, ouderdom, oh, okay, okay. ja. Dus je ziet eerst dat al die vrienden voorbij komen. Uh, je ziet eigenlijk één voor één wordt het steeds minder. En uiteindelijk zie je dus ook dat zij wordt begraven daar bij die boom. Uh, met allemaal mooie witte bloemen eromheen. En uh, vieren... Roze roze ongeveer, zoiets is het. Nou, in ieder geval één bloemetje meer dan er bij Erin lag. Ze worden met z'n tweeën begraven. Um, en dan zijn er dus theorieën die zeggen dat zij nooit meer een andere man heeft gehad. Uh, dat vinden mensen de meest lieve theorie natuurlijk. Omdat ze dan ja. die, blij, bij haar jeugdliefde is gebleven, zogezegd. Ja, en... ze wordt dan ook begraven en dan liggen white lilies om haar heen. En zelf heeft ze ook wit aan. En dat staat dan weer voor maagdelijkheid. Oh. En of puurheid, zou je ja, kunnen zeggen. Dus zo. zou ze haar hele leven gewoon gebleven zijn bij hem. En nog steeds het rode sjaaltje zit er nog steeds bij. Um, en uiteindelijk zie je Armin, zie je dus weer als laatste bij de boom nog komen als een oude opa. Um, en dan uh, zie je, gaan ze heel snel de toekomst in. En dan zie je dat na x aantal jaar komt er weer oorlog, ja, een komt er weer verdediging. Uh... Ja, een beetje Fallout-thema. Ja. Uh, moderne gebouwen zie je, maar dan de bommen erop. En dan ja, dat is eigenlijk uh, het eindmessage van de hele serie. Van ja, wat Fallout ook heeft, War Never Changes. Yeah. De mensheid verandert nooit. Dus, en dat is ook waarom Ern zo ja, een beetje emotioneel is erover. Van, hij kan nu wel dit allemaal doen, maar uiteindelijk zal de mensheid toch weer teruggaan naar ja naar slecht zijn, inherent slecht zijn. En dat zien we, zien we nu hedendaags ook in onze wereld. Yeah. Mensen kunnen gewoon niet geen oorlog voeren. Dat is uh, ongelooflijk, maar waar. En uh, ja, dat laat de Tech on Titan denk ik heel mooi zien. En... Met een hele heel emotionele personages. Hele mooie verbinding met elkaar. We hebben echt nog niet ja. alles genoemd aan verwijzingen en dergelijke. Dat is denk ik ook onmogelijk om dat nu even nee, te laten. Nee, en dat is ook leuk denk ik voor uh, mensen om dat nog even zelf uit te zoeken. En uh, ja, misschien een beetje YouTube of TikTok door te scrollen. Want daar komen genoeg uh, ja, leuke dingen voorbij. Om dat ja. nog even ja, als soort van recap terug te kijken. Dat ja. is altijd wel leuk. Hey, eenmaal, helemaal aan het einde hè, van de ja. postcredits post zien we een jongetje met een hondje lopen die bij de boom komt. Die boom is inmiddels huge geworden. En daar suggereren, suggereren ze toch weer dat er misschien nog iets uh, aankomt. Ja. Nou ja, er is al aangekondigd dat 2024 komt in ieder geval een nieuw manga uit. Uh, no, ja, nog niemand weet eigenlijk wat daarin gaat staan. Dus waar dat over gaat, ja, dat is nog één groot raadsel. Ja, dat zou natuurlijk daarover kunnen gaan. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Wordt het ja. tegen een super? <laughs> nee, we nee. Ja, nee, worden dan een soort van volgen in de toekomst. Ik denk dat je gaat zien wat er met dat kind, met dat hondje... Misschien ja. dat ze zoiets gaan wat er dan. Misschien even in een kort verhaaltje van oké, okay, zo gaat het verder. En als dat succesvol is, gaan ze het misschien uitbreiden. Maar, maar ja. ja, en dan is natuurlijk altijd nog de vraag van wordt dat ook weer een anime? Want nou ja, als iets wordt uitgeschreven, betekent ook weer niet dat er uiteindelijk een anime van wordt gemaakt. Nee, ja, dit, is, dit soort dingen. Ik denk het wel, aangezien het heel succesvol was. Ja, tuurlijk. Ja. Het gaat ook wel om de speeltjesverkoop en de, weet ik het wat. En als je dan met een uh, serie nog een breder. Ja, ja die boeken leveren effect. natuurlijk ook ja. veel geld op. Uh, dus in die zin, uh, uiteindelijk kun je altijd wel vanuitgaan dat als iets succesvol is, dat ze ermee verder gaan. Maar het is natuurlijk ook niet per se ingegeven. Maar ik ben wel heel benieuwd. Hoor. ja Een soort van ja, ja. <coughs> Attack on Titan, futuristische stijl of zo. Ja, dat zou mij ook wel kunnen bekoren, denk ik. Ja, misschien wel. Alhoewel, ik keek naar Attack on Titan niet per se omdat ik de Titans zo tof vond... maar meer gewoon hoe het verhaal was opgezet. Mm. En ja, ik vond de Titans ook wel heel tof, hoor. Ja. Dat ja, heeft okay. er wel mee te maken, juist dat ik de setting zo, uh, zo vet vond. Ja, ik vind vooral zeg maar, hoe je vanaf... Zij zo'n 1 tot 4 zo langzaam steeds meer leert over de wereld en de worldbuilding. Ja, dat is gewoon zo slim gedaan. Ja. Weet je nog bijvoorbeeld de eerste keer dat je de Beast Titan zag en dat die opeens begon te praten? Ja. Alles wat je dacht te weten over die wereld was opeens veranderd. Maar eigenlijk wist je nog steeds helemaal niks. Nee. nee. Ja, dat vind ik een uh, slim. Nee, ja, je dacht ook dat die Beast Titan komt. Ja, dit is echt uh, de allergrootste eindbaas die er is. En dan... Dit is de maker van de tijd, ja. dacht ik. En dan uiteindelijk blijkt alles weer helemaal anders te zijn. Dus dat is inderdaad ja. heel vet. Ja. Um, nog wat dingen die ik aan wil halen die ik had opgeschreven. Die foreshadowing met die baby, heb je dat nog gezien? Uh, ja, dan wordt hij ook een soort van emotioneel, toch? Als hij in die. Hij komt zij tegen in die stad. Ja, in deze aflevering zie je in ieder geval dat die, hè, die mensen worden naar een klif gedreven door de hele grote Titans. Ja. En dan uiteindelijk, ja, dan zie je toch nog een beetje goedheid in de mens. Is ja, die, die moeder die valt van die klif af, maar ze geeft nog snel. Haar baby aan die groep mensen en die groep mensen die duwen die baby steeds verder naar voren. om zo ja. te zorgen dat die baby het kan overleven. Nou, daar probeert de maker natuurlijk mee te laten zien dat er ergens nog wel goedheid in de mens zit. Um, maar Ern, die komt al in, de, in het stadje van Marley. komt hij al een keer die vrouw zwanger tegen. Ja. en dan begint hij te huilen. Want hij heeft natuurlijk al gezien wat er gaat gebeuren. Ja. En dan ja, moet, wordt hij dus zelf al emotioneel van dat hij die mensen dus uh, gaat vermoorden. Um, ja, dat vind ik hele vette verwijzing eigenlijk. En dan kun je ook wel zien dat Erren nog wel iets menselijks in zich ja. heeft. Ja, uh, nee, cool. Dat is echt wel uh, inderdaad vet moment. Uh, maar zo zit deze aflevering vol, eigenlijk met dat soort uh, ja. Ja, toffe momenten. Maar dat, dat vind ik voor mij ook heel belangrijk. Dat ik Eron niet alleen zie meer als een soort van brainwashed uh, monster. Maar nog wel echt van: oh, hij heeft zijn eigen persoonlijk, persoonlijkheid nog ja. wel in zich zitten. Dat vond ik heel satisfying om dat als eind te hebben. Ik zag ja, sommige mensen vonden dat niet zo leuk, maar mm. Ja, nee, ik kan wel begrijpen wat je bedoelt. Zeker omdat je, ja, dat heb je eigenlijk al een tijdje niet meer teruggezien. En dan nee. zie je nu weer een klein beetje toch van die menselijkheid die blijkbaar toch nog in hem zit. Ja. Dat is inderdaad wel cool gedaan. En dat je hoort dat hij zijn eigen moeder heeft moeten laten opeten. Ja, omdat uh, Bertolt. Bertolt nog even moest uh, blijven leven. Ja. Ik vond het een uh, hele zieke aflevering. Zeker als je zo even terugpraat over ja, wat heb je eigenlijk allemaal gezien ja. en meegemaakt. Um, wat heeft de schrijver proberen te doen en is hij daarin geslaagd? Ja, 100.000 procent. En zoals gezegd, misschien had ik net iets gekkere actie verwacht, nog van Levi bijvoorbeeld. Ja, zeker, want die heeft eigenlijk maar één momentje, alleen dat hij dan het hoofd van uh, ziek afhakt. Ja. En verder eigenlijk bijna niet. Dat is wel jammer, zeker ja, gezien zijn rol in de rest van de serie, die echt wel uh, ja, heel sterk aanwezig was. Ja. Maar ja, alsnog wel uh, genoeg actie te zien ja, in deze. Uh, Worldbuilding technisch, verhaal technisch echt ja. fantastisch. Uh, animaties zien er prachtig uit. Echt uh, ongeëvenaard hoe goed dit eigenlijk is. En uh, iedereen zou dit moeten kijken, denk ik. Uh, of in ieder geval op, op, op een kans geven. Of het iets ja, zeker. Is. ja, zeker. En, ja, zeker. Zelfs al <laughs> heb je per ongeluk spoilers ergens gelezen of gehoord... Uh... Ga het alsnog kijken, want uh, ik denk dat het dan nog steeds heel erg de moeite waard is. Ja, ik zit ook echt aan de lopende band. Krijg ik TikToks van de Tech on Titan en ik ja. kijk ze gewoon allemaal. Ook ja. al weet ik soms het feitje al wat ze willen gaan vertellen. <laughs> weet je wel? Toch kijken. Toch kijken, ja. Ik word echt, ja. Uh... En mensen blijven ook nog steeds nieuwe dingen ontdekken. Dat is ook wel cool. Ja, ja dat vind ik ook heel vet. En ook, uh, ja, er zijn ook een aantal soort van behind the scenes filmpjes van... Uh... De voice actors, die zijn ook heel erg, uh, ja, ja, wel interessant om terug Brok te kijken. Rock in mijn hoor. Ja. Die voice actors van Mikasa, die haar laatste zinnetje inspreekt, hè. Tot ziens, Eren. Nou ja, dan, ja. Uh, dan begint zij natuurlijk helemaal te janken. Nou ja. ja, dat is natuurlijk ook wel heel, uh, <laughs> een beetje overdreven. Maar nou ja, ja, je, je ziet ook... wel, kijk, zij zijn natuurlijk ook gewoon tien jaar met die serie bezig geweest. Ja, dat... Dus ik snap wel dat zij ook wel, uh, ja, bepaalde emoties daarbij voelen. Wat ik ook wel grappig vond, ja, je hebt in eerdere seizoen natuurlijk uh, Erwin Smith, een van de belangrijkste personages uit de serie. Uh, ja, die ook echt een geweldig, uh, ja, geweldig voice actor. En die heeft dus ook kennelijk de serie niet meer gekeken nadat zijn uh, personage is gestorven. Oh, lijp. Uh, als een soort van eerbetoon aan zijn personage, met het stemacting. <laughs> ja, <laughs> met, ja het stem -acting. met het stemacting. Wat goed zeg. <laughs> <laughs> nou ja, ik denk dat hij nog wel moet gaan kijken, want zijn personage zit ja. er nog wel degelijk in. Ja. Nou ja, misschien dat hij nu weer eens uh, gaan kijken. Ja. Ik vond wel die afsluiting van Lief, hij vond ik ook heel dik. Hij zit zo in zijn eentje nog tegen de steen aan te leunen. Helemaal kapot. En dan uh, komen al zijn uh, gevallen vrienden die komen voorbij als het ware. En die ja. saluteren hem nog een keer. Nog één keer saluteren naar de captain. Ja, vond ik hard. Ja, dat ja, was ook een vet moment. Zeker. Goed, jongens, laten we het hebben over. Uh... Nog even over spoilers trouwens. Uitkijken. Heel de post-credit scenes van de Marvels. Staat er gewoon op TikTok. Ik ben er wel één keer tegengekomen. Oh, nou, ik ga iedereen, hem kijken. Iedereen <laughs> Uitkijken met spoilers in TikTok. Ik wil ik oh, wel even ja. bij zeggen. Kleine warning. Ja, laten we nog even kijken snel naar de poll en de open vraag die we altijd voor jullie hebben. Vorige keer hadden we gevraagd, wat moet Marvel doen om het MCU te redden? En daar hebben jullie massaal ja. op gereageerd. Ja, dat is wel mensen leuk. hebben wel flink ideeën daarover. Ja. Jeffrey die stuurde onder andere meer tijd nemen en trouw blijven aan de comics. Neem niet te veel die Disney-saus over. Ja, nou ja, daar willen ze van afstappen. Hè. Blade wordt al de eerste Marvel-film voor volwassenen. Nou. Ja, maar komen. En Deadpool in feite toch ook nog? Ja, alleen Deadpool was natuurlijk eerder van Fox en nu is het onder de paraplu nu is het wel, uh, van Disney. Ja. ja. Sebastian stuurt, zorg ervoor dat elke productie bijdraagt aan het overkoepelende verhaal. En zorg ervoor dat de ondergrens omhoog gaat. Geen producties meer van het niveau Secret Invasion of Eternals. Oh. Ja, dat is denk ik ook wel belangrijk. Inderdaad, dat die ondergrens die moet niet te laag worden. Want maar het dat, ik, vind ook, ik vind het wel moeilijk, want ik vind ook niet dat alles in connectie moet staan. Want anders krijg je weer het geval: ik moet alles gezien hebben voordat ik het begrijp aan het einde. En dat vind ik ook weer heel vervelend. Want dan zet je, maak je, het heel, ja, zet je toch een drempel. Voor sommige dat is voor mensen. mij inderdaad wel een drempel. Ja. Ook dat ik nu Loki kijk, denk van ja, oké, okay, leuk, maar ik moet ook weer al die andere dingen kijken. Dat maakt het wel een beetje lastig. Maar uh, ja, dat, ja. Is, dat is een tweezijdige ja. zwaar. Siep die stuurt nog introducties van nieuwe personages verminderen. En het aantal films en series verlagen naar maximaal twee per jaar. Zo hebben ze meer tijd om te focussen per project. En zal de kwaliteit zeker te weten stijgen. Daar ben ik het wel helemaal mee. Ja, ja, ja. en dat zie ik bij andere mensen die dat ook reageren. Hè. Kwaliteit over kwantiteit. Mindermatige content. Een paar jaar rust zou ook niet erg zijn. Ja, dankjewel jongens allemaal voor het reageren. En ik denk dat dat. Uh, Zeker is iets waar ze verder mee, uh, mee kunnen gaan. Volgens mij hadden we geen poll hè, Ja, Dat hebben we wel uh, gedaan. Oh, hier, klik. Uh, moet Marvel de Avengers <laughs> terugbrengen? Oh, dat vind ik interessant. Zo so dan. Oh, dat is ongeveer 50-50. 47,6% zegt ja. En 52,4% zegt nee. Ze zijn ja. Het is echt een, beetje, uh, ja, echt een beetje midden. Hè? Maar ja. dit is ook een hele moeilijke kwestie, denk ik. Of je dit nou wel of niet moet doen. Maar in feite red kon je heel je eigen idee. Dus ik denk dat je het gewoon niet moet doen. Ja, ze, hadden, een... ze hadden ze nooit weg moeten halen? Nee, 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 maar vooral omdat je. Kijk, wat je, je zit nu op, op het, op het, op het breekpunt dat je bijna de tofste, tofste helden uit, uh, uit Marvel kan gaan aanhalen. Dus ze hebben Fox nou helemaal overgenomen. Ik kan de X-Men overhalen nu. Uh, Blade komt eraan. Dus ja. ze kunnen een hele andere kant ingaan, wat ze in feite wouden doen. Dus je moet nou niet. Nee, je gaan niet afwijken. Mee. Dat is dom. Ja, nee, dat is ook gevaarlijk, inderdaad. Want ja. dan gaat iedereen zeggen: Oh ja, als het niet lukt, dan gaan we dat wel elke keer. Weet je wel, dat is wel een dingetje. Ja, ja, ja. Hey, gaan we nog een nieuwe pol en open vraag voor de mensen? Ja, ik doen? vind een open vraag vind ik wel heel interessant. Wie moet Link gaan spelen? <laughs> gaan we dat vragen? Ja, ja okay. ik wil dat op zich wel weten. Want mensen zijn ja. een goede nee, van Welke acteurs vinden. moeten in, dat kunnen ze ook Zelda zeggen, welke ja, acteurs ja. moeten in The Legend of Zelda spelen? gaan we jullie vragen. Zelda, spelen. Boom, vragen we dat aan jullie. Uh, en qua poll heb ik niet echt iets uh, wat, ik, wat ik per se wil weten van de manties. Misschien iets van de tech on Titan. Ja, we moeten gewoon allemaal gaan kijken. Laten we het daarop houden. Ja, uh, de poll. We laten hem open. Minder of meer live action? <laughs> nou, dat moeten we gaan vragen nadat we de avatar hebben. Oh ja, dat is waar. Oké okay, jongens, we gaan het hierbij laten. We willen jullie super erg bedanken voor het kijken en luisteren naar de Videotheek aflevering van deze week. Zoals gezegd, vergeet niet te volgen op Spotify onder andere. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Um, beantwoord dus de open vraag. Welke acteurs moeten in The Legend of Zelda spelen? Al onze socials zijn at iGenBeenLux. Join gerust ook op onze Discord. kunnen we gewoon lekker verder praten over films, series en games. En dan hopen we jullie dinsdag weer te zien bij Sidequest. Doei doei! doei, doei. doei. doei.